Welkom bij episode 4 van de VBK-podcast. Deze podcast gaat over de Heilakker, een bekend water, rijke geschiedenis, grote karpers, groot water, dekboek overgeschreven door Mark en Theo. Maar één groot nadeel, en dat is het is een syndicaatwater, wat betekent dat je als doordeweekse visser er heel moeilijk zo al dan niet op geraakt. Je moet op een wachtlijst gaan staan van minimum 10 jaar. Wij hebben daar iets willen aan doen, dus we hebben iets geregeld. Je kan 48 uur vissen op de Heilakker, gratis en voor niets. Je moet daarvoor wel winnen. Winnen doe je door een passioneel artikel te schrijven voor het VBK-magazine. Schrijffoutjes, grammaticaal niet correct, dat is niet erg, dat lossen we wel op. Denk de passie die erin zit, dat het belangrijkste is. En waarover dat gaat, ja, dat mag een boilie-receptje zijn, dat mag een riek zijn dat je uitgevonden hebt, een vis, fish of a lifetime dat je gevangen hebt, maakt niet uit. Schrijf een artikeltje, stuur het naar Frederik, dat is frederik.boterberg@gmail.com. En wie weet win je wel een prachtige 48 uur vissen op het al even mooie Heilakker. Voilà, veel succes! De podcast gaat beginnen. Ik wil nog zeggen, het is zeer interessant met Mark Hoedemakers en Theo Pustens, onder andere over het boek over de Heilakker. Eén is de kleine nadeeltje, denk ik, is er zit wel veel wind in de micro, waarvoor onze excuses. We hebben ondertussen iets gekocht, een technische oplossing, dus hopelijk vanaf de volgende podcast gaat het gedaan zijn met het blaas of het briesje in de micro. Veel luisterplezier en bedankt aan iedereen die tot nu toe al geluisterd heeft naar de podcast. Doei! Je had toch gisteren mee naar de open, die podcast van die mannen van het veer, maar kreeg je het niet open. Oh, ik kreeg hem niet open. Dat is gewoon een YouTube Ja, ik heb het geklikt, dan opende er, dan kwam er een reclamefilmpje, dan kwam er een andere film tevoorschijn, een paar keer geprobeerd. Ik heb hem wel in 3 keer. Ja, dat zou wel, dat is lang, dat is ook de bedoeling. Nee, dat denk ik dat wel, maar kreeg hem niet open. Ah, ik had een ketje. Dus op YouTube, het veer, hang niet over. Het veer, ik had naar VBK eerst gegaan en dan naar de podcast. Hè. Ja. En dan heb je dat YouTube-kanaal staan waar je dan klikken, maar... Niks. Nee. Ik kreeg hem altijd in het open. YouTube is niet het beste kanaal voor podcasts. Nee. Dat is eigenlijk iTunes en Spotify zijn eigenlijk de belangrijkste kanalen. Nee. Goed, welkom. We gaan eraan beginnen. Nee. Het staat al op. We hebben vandaag bij ons Theo Pustens. Ik ken je vooral van foto's van in de 40s pagina van het VBK-magazine. En Mark Hoedemaker, zie de... Ja, ik sta er niet zo door. Bijna deel 2 van na Patrick Bones. En we hebben deel 2 van bijna het ontstaan en de geschiedenis van de VBK bij ons. He. Absoluut. Dus voilà, we zijn vandaag op Heilakker. Legendarisch, denk ik. Ik denk dat dat wel een beroemd water is ondertussen. Ja. Ja. We hebben er ook nooit geheimzinnig over gedaan. Het is ook een water waar heel veel arbeid in zit, vooral van de meneer naast mij. Dus eigenlijk het hele ontstaan van deze plas en wat daar zwemt en hoe het groeit en bloeit hier, is eigenlijk zodanig goed gedocumenteerd en... Ja, dat is ook uitgedragen, omdat het een positief verhaal is. Hopelijk een voorbeeld voor andere plaatsen. Dat denk ik wel, iedereen die wat op karper vist op een beetje niveau in dit land, dat die dat wel weten liggen. En dat die weten wat hier geilt en zeilt. Ja, wij wisten het niet liggen, dus dat is niet zo voor ons. Ja, maar goed, dat is jullie wisten dat het in Limburg lag. Ja, we weten dat bestaat. Ja. Okay, dat is ook, dat ook een krachtig boek. Ik denk dat er ook veel... Engelse karpervissers hier komen vissen. Ja, eigenlijk is dat begonnen omdat ik met Donny en Johnny en zo zijn eigenlijk in het begin van de jaren 2000. In 2000 zelf hebben ze die video van Gartner hier nog gedraaid. Karpwise 4, denk ik, 3 en 4. Hebben ze, omdat wij voor Gartner een beetje vissen in die tijd al van de jaren 90.
was er gevraagd om met Frank Werwig hier ook en toen was er een video te draaien, zo gezegd. En zo hebben we Len Geur leren kennen en Frank Werwig en goed ontvangen, die hebben we geamuseerd een week. En heeft Frank dan voorgesteld, waren zo die man eens uitnodigen, want toen had Len Geur nog Lindere Fisheries in Oxford, in die streken. En zijn we het jaar daarna, zijn we dus 5 jaar achter elkaar naar Engeland gegaan, geleerd dan meer Engels te kennen. Ondertussen was die bericht via de beurzen ook, hebben we die ook leren kennen. En daar wordt hij eens uitgenodigd. Ja, en zo kom je al wat meer in de picture natuurlijk met die Engelsen. En vragen die ons terug te mogen komen. Dus ondertussen is Steve ook lid hier al jaren. Daarvoor was het Bob Davis, die eigenlijk jaren lid geweest is, die ook met Frank een keer meegekomen is. Maar normaal zei ik, niet te veel vreemde mensen gaan we niet toelaten. Maar Frank zei, ja, voor die trip, ik heb toch graag iemand mee die wat in de kosten draait. Maar van Engeland was toch veel. Hè. En je gaat je goed verstaan met die keer. En dan was dat Bob Davis en dan zag ik af en dat ook een hele goede vriend geworden. Dus daar ben je nog goed bevriend mee. En zo raak je dan met die Engelsen wel meer in contact eigenlijk. Maar die Frank Warwick, dat is echt mijn held qua denken over je methodieken en experimenteren en nieuwe dingen uitvinden. Bescheiden en vriendelijke mensen. Frank, ja. Frank is ook iemand die inderdaad, en zeker in de Engels, Frank is eigenlijk meer in. Bij hem is ook bekend met het kasten, dus met single hook bigs was in die tijd ook begonnen. Fluo pop-ups, heel goed met boterzuur, goed opgeflavord. Ja, die ving daar met, gelijk ze zei, one bait anywhere, gewoon een polly in het wilde weg. En zo ving die in Engeland ook heel veel vissen, maar gewoon omdat hij ook iets verder gooien dan die andere mannen. Ja, en dan, in Engeland is hij wel inderdaad inventief en heel veel aan het proberen. En op deze grote water is het voor hem wat moeilijker met boten, maar dat wordt in Engeland ook bijna naar die toegelaten. Ja. Dus het zijn visserij niet. Hè. Ja. Maar ja, goed, we hebben hem zo leren kennen. En Frank is ja, een fijne kerel, maar, ja, maar speciaal geval zal ik maar zeggen. Ja, wel. Nee. Zo, recht door ziel. Ja. En altijd out of the box denken. Hè. Ja. Altijd proberen om zichzelf te prikkelen, om niet vast te roesten. En dat helpt, hè. Ja. Hij was in nu, denk ik, 2 weken of een week geleden, is hij in de Nash podcast geweest. Ja. En daar zegt hij onder andere, in plaats van een lood, aan je chotang, zo'n traag zinkende floater eigenlijk. Eraan tang. Want dat ook zinkt, en dat ook werkt als tegenweg, maar dat veel traag gaat. En die ook op het wier blijft liggen. Dat is geniaal eigenlijk, hè. Als je dan Steve neemt bijvoorbeeld, dat is dan echt een tegenpool van Frank. Steve moet dan echt hebben van lange sessies. Hè. Frank is eigenlijk een instantvisser. Die moet eigenlijk op korte dingen, meer een beetje een wedstrijdvisser gevoeld zijn. Op korte tijd moet die vis kunnen vangen. Die is ook een rustig, die is sneller anders aan het gooien. Steve moet dan allemaal rustig aan. Maar die vangt dan ook enorm veel vissen door zijn tijd te nemen. En die weet ook wat hij doet natuurlijk. Ja. Maar dat is echt een tegenpool. Ook een hele doodrustige vent. Hè. Als hij een aanbeet krijgt, dat doet ook al gelijk bij in de oude tijd al met pasta bezig. Is Steve ook begonnen. Als ik een aanbeet krijg, dan vlieg ik bijna mijn tent uit, zal ik maar zeggen. Door het doek uit. En Steve die komt gewoon heel rustig aan. Ja. En ik krijg dat bij mij niet in, maar hij heeft dat gewoon. En die kan toch niet weg, zegt hij. Die hangt. Ja. Maar dan krijg je bij mij dat dus niet in. Hè. Ja. Kans op een hartaanval, 0. Ja. Bij Steve inderdaad. Bij mij is dat een ander geval. Ja, experten ook mijn tent uit. Hè. Oh, ongelooflijk. Het is niet dat jullie onbekend zijn. Hè. Dus ik denk niet dat we jullie nog echt moeten voorstellen. Maar ik ben toch altijd benieuwd, zo. Wat is er dat niet geweten is? Was wie, hè, welk detail of welk aspect van Theo en Mark komt er niet in de Engelse pers? Goh, dat is moeilijk. Goh. Is dit de moeilijkste vraag? Je moet instuderen. Maar... Ja, we bereiden eigenlijk niets voor, hè. We gaan er gewoon voor. Hè. Wat is niet geweten? Gaat dat dan over exploten buiten het vissen? Of, dat kan van alles zijn. Ja, ik denk dat Heb je nog andere passies bijvoorbeeld naast het vest? Ja, passies. Ik ben niet in de mate van een Frank Warwick in het vissen, maar in het leven misschien wel wat onrustig. Ik moet mijn ding kunnen doen, ik moet bezig kunnen zijn. En ik kan me daar dan ook helemaal in verliezen. Ik heb afgelopen winter sinds heel lang nog eens in de winter doorgevist. En dat lag eigenlijk er alleen maar aan dat er voor de rest niks te doen was. Want ik ben al ondertussen 12 jaar, denk ik, ben ik vorst, zoals ze dat noemen, van een carnavalsvereniging in Kinrooi.
Eigenlijk is dat gewoon een hele mooie titel om te zeggen, degene die achter de schermen en voor de schermen en op de bühne alles regelt en aan elkaar praat. Het is zo'n prachtige hoed aan. Ja. Ik kreeg trouwens een nieuwe. Want ik ben op podia, als ik mijn ding moet doen, dat is eigenlijk, ik kan het best vergelijken, zo'n prinsenzitting, dat is eigenlijk een bonte avond of een variété-show. En je moet dat dan aan elkaar praten. Ik ben daar ook op een bijna autistische manier mee bezig. Ik bedoel, wat er gebeurt moet goed zijn. De binteksten bereid ik niet meer voor, ja. Omdat ik het spontaan ook de boel laat leiden. Maar ik ben de enige die wat daar zit te zweten als er runt. Dus mijn, dat noemen ze een steek. Ja. Mijn steek, die is van binnen zodanig... Die is redelijk versleten. Aan de buitenkant van de hoed beginnen de naden los te laten door het zweten aan de binnenkant. Dus ik kreeg een nieuwe. Maar goed, dat valt nu allemaal weg. Dus heb ik me vorig jaar nog eens ouderwets winter kunnen smijten in het vissen. Dat is ook louter geweest. Dat is ook een alvast geweest. Met de bende hier, ja, je mocht nergens komen. Het moest om 12 uur moest het licht uit. Maar het afdak waar we nu onder zitten, dat is een redding geweest. Hè. Open lucht. Als er dan wat mensen aan het vissen waren en alles was voorbereid en alles was klaar. Zo een uurtje even naar hier komen met het bootje om even de dag te overlopen en de plannen uit de doeken te doen. Ik heb vorig jaar, want we hebben nu net Danny zijn prachtige vis op de foto gezet. Dat zal hij straks ook wel erkennen als je hem dat vraagt. Hij heeft vorige winter heel goed geluisterd naar tips en tricks van Theo en mezelf. En nu is hij deze winter ook zijn vissen aan het vangen. Dus het was een vruchtbaar seizoen. Ja. Want ik hoorde al iets van de koekoek kreeg. Is dat iets dat hij moet blijven? Of ga je dat hier in de podcast vertellen? Eigenlijk is dat ontstaan, de koekoekrig. En dat iedereen, we wisten normaal gezien, is het eerst komt de eerst vis. Dus niet meer in een vaste plaats. Maar Danny heeft dan een paar jaar geleden, op de Berenburg, gelijk we het noemen, de stek, was hij zo een paar keer bezig geweest. Maar iedereen viste. En toen ging ik ook vissen en ik ving daar een paar vissen. En we waren hier al bezig, de koekoek is ook bezig. Hè? We gaan de koekoekstek noemen. En toen waren wij, Danny en ik, gaan elk jaar naar Rainbow ook een trip. En toen had ik een richtje gemaakt. Ik zal maar zeggen, dat schuift tussen de wakker, dat gaat op en af. Hè? En ik zeg hem, die ga ik de koekoekricht noemen. Ja. Dat is gewoon omdat je koekoek zegt zo tegen hem. Dus zo is de koekoekricht eigenlijk zo'n beetje een gekkigheid dat van hier uitkomt. Hè? Maar ja. Gewoon op een ander als een stek kan vissen, zo gezegd. Ja. Vanaf nu is dat... wereldwijd bekend, de koekoekrug. Ja. Maar we weten er niet veel van, dat is nou redelijk. Het schuift. Die interne dingen die hier zo'n beetje grappen die we kunnen maken, dat raakt het om, hè. Plezier. Ja, dat is dat. En jij zo verborgen passies, lekker carnaval? Verborgen passies, eigenlijk ben ik zo'n beetje hetzelfde als Mark, ook voor alle verenigingen zich inzetten. Ik heb mijn hele leven. Ik zal maar zeggen, in de hondensport gezeten. Ik heb honden gekweekt, dobberman gekweekt, ver mee gekomen. Waar ik me voor inzette, deed nog wat, probeerde nog altijd goed te doen. Vogels kweken en vangen in die tijd, mocht toch vroeger. Ook altijd gedaan. Judo gedaan, veel jaren. Bij bestuur geraakt, bij de basketbal ben ik nu nog actief. Een beetje als hulpend bestuurslid, met de kinderen speelden dan basket en zo. Dus zo van alles wat. En misschien... een tegenpool van het vissen, dat is een begin van een kapervisser. Dat was dus eind jaren 70, mid jaren 70. Ben ik ook bij een motorclub geweest en daar rondoverzitter geweest. Dus je zou dan zeggen, vissen en dan het ruige ding van vroeger, zullen we maar zeggen. Ja. Dat is misschien iets wat, zo'n beetje... Twee magnetische mensen, hé. Die trekken alles aan. Je zei het voor verenigingsleven of niet. Ik kan niet stilzitten. Als ik in een vereniging ben, dan moet ik me ook nuttig kunnen maken, vind ik. Dan moet je actief bezig zijn. Ja, Mark doet net hetzelfde, misschien nog heviger als mij, maar... Ik heb altijd gezegd, als ik... dat is zo'n toekomstperspectief. Als je ooit echt oud en versleten bent, en je voelt zonder pijn, voelt je zo het laatste stukje adem, de laatste adem aankomen. En de film van je leven komt voorbij, en je moet zo die laatste woorden tegen jezelf nog eens zeggen, dan hoop ik... dat ik me op de schouder kan kloppen. Ja, dat hebben we goed gedaan samen. In plaats van, wat hebben we toch onze tijd liggen verschijten aan die televisie.
Ja, aan de televisie. Ja. Ik heb dan wel gezien... dat je die graag doet, bijvoorbeeld. Dus ja, actief bezig zijn in heel veel verenigingen. Carnaval is er ene van. Ja, hengelsport ook een verloren natuurlijk. Ooit heel stoemelings in een VBK-bestuur verzeild geraakt. Ik was eigenlijk de eerste keer dat ik daar was, was ik gewoon chauffeur. Piotr Schietekatte, een dorpsgenoot toen, die was net zoals mij bij VBK. Heel pril. Wij waren daar nog niet zo lang bij. En hij zegt, want de jong was toen, ik moet erom liegen, 16 jaar, 15 jaar, 16 jaar. En hij zegt, ja, maar die vereniging heeft totaal geen jeugdwerking. En dat was ook zo. Of ja, totaal niet, is misschien ook wat overdreven. Maar dat was zo één jeugdkampje of één initiatie per jaar. En that's it. Maar een structurele werking hadden ze niet. En Piotr zegt, ja, daar ligt toch nog veel winst te halen voor zo'n federatie. Ik zeg, ja, dat zou wel eens kunnen. Dan moet je eens naar de voorzitter bellen. Dus Piotr trok zijn stoute schoenen aan, belt Patrick Bouwens, legt zijn visie en zijn plan uit. En ja, Patrick Bouwens, en dat is volledig de verdienste van Patrick en zijn toenmalig bestuur, dat zij zich niet ingroeven. Van, nee, wij doen het zoals wij dat zien. Maar die zeggen gewoon, ja, kom langs op onze bestuursvergadering, leg uw plan ook uit tegen de rest, en dan gaan we daarmee aan de slag. Dus ja, Piotr kwam al heel snel naar mij. Ja, maar Mark, nu moet ik naar Sint-Niklaas. Ik heb geen rijbewijs. Mijn ouders zien dat niet zitten. Ik zeg, ja, kom, dan ga ik mee. Dus ik zat daar de eerste keer. En ik weet nog dat er een voorstelrondje was. En ik zei, ja goed, ik ben Mark Hoedemakers. Ik woon ook in Kinrooi en ik ben maar chauffeur. Dus ik ga hier gewoon zitten en zwijgen. En dan word je toch een paar keer op zo'n vergadering. Word je geprikkeld. Want ik werd daar niet behandeld als maar chauffeur. Want ik viste ook op Karper en ik was dan ook betrokken bij Regio Limburg zo'n beetje. Dus als dat dan ging over thema's waar dat iedereen zijn mening gehoord mocht worden, dan werd er ook naar mijn mening gevraagd. En zo ben ik daar eigenlijk blijven zitten. Stoemelings. En van het een kwam het ander. Dan word je iets meer actief in de Regio Limburg. Dan ging ik een soort van... ja, krantje uitgeven, maar een krantje met wat serieus artikels, maar vooral veel onzin. Dus ja, een soort van carnavalsgazet met wat bewerkte foto's en wat totaal uit de lucht gegrepen kwatsch om de regio op te leuken. Dan zette ik daar ook mijn schouders onder een spiegelkarperproject, want ik vond dat er nood was, en ik niet alleen. Heel veel mensen uit de regio die kloegen dat er op de Zuid-Willemsvaart was er een flinke terugval in karper. Een verouderd bestand, een kleiner bestand. Albert Kanaal is juist van hetzelfde. En dan heb ik gezegd, ja kijk, ik ga me eens informeren hoe je dat doet. Zo'n project opzetten en dan beginnen we daaraan. Dus dan maak je een dossier op, uit het niets eigenlijk, want echt voorbeelddossiers waren er niet. We wisten alleen van, je moet gegevens aan een bioloog bezorgen, die wat daar dan mee naar een visserijcommissie gaat, om een herbepotingsplan goed te keuren, of af te keuren natuurlijk. En hoe meer gegevens, hoe meer kans op slagen. Dus ja, dan maak je zo'n dossier. Dan krijgt dat weer klank. En dat viel dan wel op binnen dat toenmalig bestuur van het VBK. En toen belde Patrick Bouwens mij op een blauwe maandag. Ik weet nog dat hij zei, zit je? Ik zei, nee, ik ben buiten, want ik was wel aan het rondwandelen buiten. Ik woonde toen nog bij mijn ouders. En ja, lang verhaal kort. Hij zegt van, ik stop met dit verhaal, want ik voel dat ik minder tijd heb, dat ik minder vuur heb. En dan is het tijd om een stapje opzij te zetten, want ik ga er niet helemaal uit. Ik zet een stap opzij, een beetje naar de achtergrond. Maar ik zou willen dat jij je kandidaat stelt. Het is een democratisch gebeuren in het VBK, maar ik moet je kandidaat stellen. En ik weet dat als ik u voordraag, dat daar wel heel veel steun voor zal komen. Nou ja, goed, de rest is geschiedenis. Dan ben ik ook 12 jaar voorzitter geweest van de VBK. En vanuit het VBK kom je dan in Sportvisserij Vlaanderen terecht. Ook als soort van bestuurslid. Men noemde dat daar het uitvoerend comité.
dan ga je ook één keer per maand op maandagavond naar Sint-Niklaas terug voor Sportvisserij Vlaanderen, toen nog VVHV. Ja, en zo rolt je toch in bepaalde zaken die je niet plant, maar als het zich aandient, ja, dan stort je nu daarop als een wilde Jack Russell. En dan, dan voel je dat je heel veel adem hebt en dat je blijft gaan. Ja. Tot het punt dat natuurlijk ook bij mij, dat het eventjes een knak kreeg en dat ik ook zei van oké, wat ik nu voel is niet goed. Ja. Dat was zelfs, ik denk niet dat Patrick ooit cynisch is geweest in zijn laatste jaren, maar ik was dat wel heel, heel degelijk. Ik was cynisch, ik had er een degoe van, bijna. Ah, ja. Boksen tegen de instanties. Nee, helemaal niet, want als er één iets is waar ik ontzettend fier op ben, dat we dat samen met z'n allen hebben kunnen bewerkstelligen in die 12 jaar dat ik dan aan het stuur zat. En ik benadruk nogmaals, dat hebben we met z'n allen gedaan. Ik was alleen degene die moest opdraven in zijn mooiste hemdje. Maar dat contact met al die instanties waarmee je te maken krijgt, dat zeer goed ging. Dat ging crescendo. Dat ging van een partner aan tafel die wat ook eens iets mocht zeggen, naar een noodzakelijke partner die wat vooral iets moest zeggen. Omdat onze mening en onze visie, omdat die doordrongen was van feiten en van geschiedenis en van toekomstperspectieven. En men wilde dat vooral horen. En dus wij zijn eigenlijk gegroeid als VBK van een vereniging die wat overal wel haar vinger ging opsteken. Van ja, maar wacht, luister even, we hebben nog iets te zeggen. Naar een vereniging die wat uitgenodigd werd als het ertoe deed. Want de instanties zelf, die hadden ons standaard in hun mailinglist staan. Niet overal. De grote spelers, die deden dat. Niet overal. Er zijn een aantal waters geweest waar dat dingen gaande waren achter de schermen. Veelal op gemeentelijk niveau. Of stedelijk niveau. Waar dat je natuurlijk heel veel wisselende bestuurders hebt. En als die mensen daar niet zo lang zitten, ook niet die affiniteit hebben met een agentschap Natuur en Bos en al haar partners, dan word je vaak wel vergeten. En dan word je pas betrokken als vissers, omdat het water aan hun lippen staat. Uiteindelijk de hulplijn vragen van VBK, maar dan is het kalf al vaak verdronken. En dat zijn dan wel frustraties, maar heeft dat ertoe geleid dat ik cynisch werd? Helemaal niet. En is het dan misschien de mentaliteit bij de vissers? Of ik weet niet, zwerfvuil? Nee. Dat is ook weer een lang verhaal eigenlijk. Ik heb altijd gezegd, ieder mandaat in onze vereniging, ieder uitvoerend mandaat in de vereniging is 4 jaar. Ja. Dat staat zo in de statuten. En voor een vereniging zijn de statuten heilig. Het gaat niet om de mensen, het gaat wel om de juiste mensen op de juiste plaats, maar ook binnen de juiste structuur. Ja. Want als we zien dat nu in heel de wereld. Hè. Ik bedoel, Poetin heeft het zover gekregen dat die president mag blijven voor het leven. Erdogan, juist van hetzelfde. Die mensen treden de geschreven regels, de structuren met de voeten, en gaan het stap voor stap zodanig kneden, en ook de mensen rond die structuren, dat ze uiteindelijk hun goesting krijgen. En dat heet in één woord machtsmisbruik. Ja. En dat... Allee, ik vergelijk het vaak met de voorzitter van de lokale voetbalclub onder de kerktoren, voor wie dat na verloop van tijd... Ja, die zijn een beetje de voeling met de achterkant en de realiteit kwijt. Die zien een jeugdwerking afbrokkelen, maar de eerste ploeg doet het nog redelijk. Ja. En er zit volk in de kantine. En dat zijn mensen die zijn zodanig vergroeid met hun functie dat ze eigenlijk een bom leggen onder het voortbestaan van zo'n vereniging. Omdat je gaat vanzelf, ga je lakser worden, ga je minder scherp worden, ga je niet meer het oog hebben voor op het juiste moment de juiste mensen die wat misschien goesting hebben, maar je ziet het niet meer. Er is iemand die komt bij uw vereniging in dat bestuur. Die hebben enorm veel goesting, die hebben ook enorm veel in hun mars. Maar die hebben ook respect voor iemand die wat daar al
misschien veel te lang zit. Ja. Ja, die doen dat al zo lang. Wie zijn wij? Ja, ja. En dan gebeurt het soms dat zo'n mensen, dat die dan na 4, 5, 6 jaar, dat die weer met de stille trom vertrekken, omdat ze hun ei niet kwijt kunnen. Voilà. Ja, bij vrijwilligers, ik werk met vrijwilligers, het belangrijkste is handelingsperspectief. Ze komen erbij, ze willen niets doen. Ja, ja. Dat is zo. Dus ja, ik had al op voorhand gezegd, het zijn termijnen van 4 jaar. Rust is heel belangrijk, maar dat moet ook een soort van dynamische rust zijn. Dus ik heb op voorhand gezegd, we gaan dat bekijken 4 jaar per 4 jaar. Maar ik weet nu al, 3 mandaten, 3 termijnen, dat is het maximum. Ja. Omdat ik het niet gezond zou vinden als dat hier zomaar weer... Oh, de komende 20 jaar zitten we weer goed. Ja, nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet, dat is een vijfde van een eeuw. Ja. Dus ja, toen die laatste 4 jaar ingingen, ik was dan 8 jaar voorzitter... Toen voelde ik nog heel veel goesting en heel veel vuur, om het zo te zeggen. Maar het liep dan heel slecht in Sportvisserij Vlaanderen. Ik heb daar, ik heb daar heel veel goede dingen gezien. Maar ook heel veel dingen... zonder mensen nu persoonlijk te viseren, want dat zou heel, heel incorrect zijn. Want het zijn altijd vrijwilligers geweest. Dus die verdienen altijd respect. Maar het ging daar heel vaak over het labeltje op het naamkaartje. Ja, maar ik ben wel die functie. Of ik behartig die functie. Maar het gaat niet om de functie. Het gaat om wie je bent en wat je met die functie doet en wat je straks nalaat. En ik miste dat heel fel bij Sportvisserij Vlaanderen. Ik ben daar eigenlijk een beetje met... Ja, dat was een algemene vergadering. Ik heb daar een tekst voor gelezen, wat ik had voorbereid, om de dingen in de context te zetten waar ik van vond dat ze erin moesten staan. Na die tekst viel er een stilte van 10 seconden en toen ontplofte de hele boel. Nogmaals, een algemene vergadering, dus daar waren al de federaties verbonden aan Sportvisserij Vlaanderen aanwezig. En toen heb ik dat even laten waaien en heb ik naar mijn makker, links of rechts van mij, ik weet het niet meer, Stefan Blijenberg, toenmalig ondervoorzitter van VBK. Toen heb ik gezegd, oké, Stefan, ik ga hier zo meteen in mijn auto stappen, ik vertrek en ik kom nooit meer terug. En het cynische aan dat gebeuren is dat bepaalde mensen binnen Sportvisserij Vlaanderen, die hebben dat nooit met die woorden gezegd, maar ik voelde dat, omdat ik daar met voorsprong de jongste was, dat zij hoopten dat ik ooit daar dat voorzitterschap zou gaan waarnemen. Dat is er dus nooit... Ik heb daar nooit ook naar gelobbyd. Ik heb daar ook altijd mijn voorbehoud bij gehad, want dat is nog een... dat is nog wel een beetje meer werk dan het VBK. Dus ik heb die boot altijd afgehouden. Maar uiteindelijk ging het dan niet om mij, maar de manier waarop dat zij werkten, zou er wel voor zorgen dat andere mensen... met een beetje de jeugd... ik ben ondertussen de 40 ruim voorbij, maar dan zit je daar nog echt wel jeugdig. Maar andere mensen die die jaren nog voor zich hebben, gaat je zo ook afduwen. Gaat je zo ook wegduwen. En dat was daar toen gaande. En ja, dat was ontzettend jammer. En dan in het VBK, goed... je voelde dat je limieten waren bereikt. Er kwam dan dat boek Zilver... En dat was de knak, dat was de finale knak. Ja. Omdat ik niet het gevoel had dat ik nog een plaats had als vertegenwoordiger van de karperwereld, terwijl ik mezelf niet meer met 2 voeten in die karperwereld zoals die is, voelde staan. Oké. Goed, Mark, maar dan, je maakt op mij een indruk, dat ben ik dan heel alert voor, dat jij een heel goede, tactische, proactieve denker bent. Je voelt situaties en mensen heel goed aan. Maar dat is, de valkuil daarvan is dat ook heel snel vermoeiend wordt. Als je dan dat even terugkoppelt naar je eigen visserij, want op een bepaald moment zit je daar zo, het is een beetje te veel, overdaad. Keer je dan terug naar de roots van je visserij? Heb je daar ook iets aan veranderd of is er daar iets gebeurd? Niet bepaald. Ik heb wel... hoe moet ik dat nu zeggen? Ik heb het genoegen en het geluk dat ik
kan en mag vissen op een aantal plaatsen waar ik rust vind en waar ik, ja, waar ik vriendschap vind. Dat is al jaren geleden dat wij, om te lachen, maar toch serieus, dat wij tegen een aantal mensen onderling zeiden van ja, wij gaan ooit babbelen, wij gaan ooit praten op elkaars begrafenis. Wij ontmoeten elkaar niet alleen hier, maar ook op verjaardagen, op bepaalde momenten dat het noodzakelijk is dat je samenkomt. Wij delen een aantal dingen waar we mee zitten. Ik zie mij hier nog toekomen in de kantine, of de kantine, het is eigenlijk een clubhuis. Dus het is maar gewoon een keertje. Maar het is meer waard dan een kantine, laat ik maar zo zeggen. Toen wij in verwachting waren van onze tweede. Dat was zelfs niet het geval. De eerste. Ja, mijn vrouw die wou heel graag kinderen. En ik wou dat niet. Ik wou dat niet, zijn nu heel zware woorden, maar ik had daar geen nood aan. Dat paste toen niet in het plaatje zoals ik dat mooi had gelegd. En eenmaal komt dat moment dat ze zegt, ja, maar nu wil ik daar echt aan beginnen. Ik voel dat. Ik voel dat nu het moment is. Ik zeg, ja, godverdekken, hè. Daar gaat het vrije leven. Een koerswijziging. Ja, dat was een behoorlijke koerswijziging. Ik had dat niet zien aankomen. En ja, goed, ik weet nog wanneer het was. Hè. De paasvakantie van dat bepaalde jaar. En ik kom toen naar hier. Ik heb toen alles eruit gegooid. Ik zeg, ja, maar ik weet het niet. Ik snap het niet. Ik denk dat, zelfs dat ik een traan of 3-4 heb gelaten. niet veel meer dan dat. Maar goed, dan weet je wel, ik ga niet naar mijn jeugdvrienden met dat soort bezwanjes. Ik kom naar de mensen die wat ik door het vissen heb leren kennen. En dat is het grootste genoegen. Als ik nog steeds mijn ding alleen maar aan een kanaal moest doen, ik weet niet of ik nog zo hevig zou vissen, dan zou ik misschien een salonvisser zijn die wat... Zomers, als het dan toch wat tijd te veel is en wat lange avonden. En hier op dit soort plaatsen, ja, dat is een tweede thuis, letterlijk. Zeg, Theo, een beetje dezelfde vraag voor jou eigenlijk. Zo'n carrière in de visserij, als we dat een carrière kunnen noemen. Is er ooit zo'n moment geweest waarop dat je dacht van ik moet even op een ander spoor en een keer terug naar de roots? Nee, ik ben eigenlijk, ja, als je inderdaad gaat kijken naar leeftijdsgenoten, dus ik ben eentje, ik zal maar zeggen, hier aan de Maaskant, aan de waters waar ik kwam, was ik alleen. Hè. Ik heb echt alles, ben ook vierde en ben blij dat ik mogen meemaken van het evolueren van een kapervis. En ik heb deze week nog zo'n oude TBT gezet, van mijn eerste 30 en 85. En dan kom je eigenlijk aan herinneringen terug van vroeger, van de jaren 5, 6 en 7, toen ik begon met 3-4 kappers op een jaar met een aardappeltje. En dan gaat die evolutie ga je mee volgen tot de politie. Ik ben blij dat ik het meegemaakt. Maar ik moet wel zeggen, die periode is wel de mooiste periode geweest ooit uit de kapervis. Dat zouden ook wel meer van die oudere garde zeggen. Ja, je deed het alleen, het was allemaal mystiek, je wist niks, nu weet je alles. Hè. Je gooit media open en alles wordt je volgeknoopt. Dus dat was wel het mooie aan die tijd, het ongewisse, nooit niet weten wat je zou kunnen vangen. Altijd maar dromen van, in die tijd ook al monsters, maar dat was nog... Hè. Dus die periode is wel de mooiste periode geweest in kapervissen. Dat geef ik ook een grif toe. Dat zou wel voor mij mogen terugkomen. Van de andere kant is het nu zo. Het is ook veel gemakkelijker, het is veel luxueuzer. Nu hebben we allemaal bijna een auto waar je in kunt slapen aan het water, zal ik maar zeggen, waar het mogelijk is. Ja, ik ben nog altijd, ja, wat minder als dan er, toch nog wel, het vuur zal ik zeggen, is er nog altijd. Maar ik kan me ook... Ik word ook al een dag ouder, dus ik kan me gewoon goed erbij neerleggen van oké, ik kan ook heel goed genieten hier nu van, zeker omdat ik het bestand beheren echt ook volg en alles reil dan zeil wat ik hier doe. Ik kan heel goed genieten als iemand een vis vangt. Dus ik kan echt gelijk dan niet, dus morgen de vis dan zou ik normaal, vroeger zou ik zeggen, ja, nu moet ik ook gaan vissen, hè, maar dat is niet meer, dat hoeft niet meer. Ja. Dat berust je op een gegeven moment. Dat moet ook gezond blijven, vind ik. Er zijn erbij die dan niet meer om kunnen. Dat vind ik dan wel jammer. Maar ook, er zijn toch veel van mijn leeftijdsgenoten die gewoon niet meer in zitten en gewoon niet meer vissen. Voor mij blijft nog altijd, en ook nog altijd raar genoeg, nog enkele kapervissen. Ik heb vroeger wat meer
disciplines gedaan. Nu, Kampenvis blijft gewoon in bloed zitten. Maar zeggen, ik denk nog niet aan stoppen, nog niet. Zolang als ik gezond blijf, blijf ik het ook doen. Ik ga wel zeggen, het zal wat minder worden op momenten. In 2012 is er precies het meest van al gebeurd. Ja, 2012 is morgen eigenlijk zelfs is een beetje de stempel gaan drukken. Toen waren we aan de overkant. En moet zeggen, toen is het ook het verkocht geweest aan de gemeente. Denk ik, 12 of 13 is beschreven geworden door de gemeente. Uiteindelijk is het dan overgedragen van waar vroeger hadden we dus een jaarlijkse vispacht van de grindboer. Dat is allemaal gevelkoe geweest, de grindboer in die tijd. En is dat overgeschreven naar de gemeente. Hebben we dat kunnen doorpachten met de gemeente. En vanaf toen had je dan eigenlijk pas ook wat zekerheid. Want daarvoor kun je kunt wel van alles doen, maar je hebt geen, dat wordt maar van jaar tot jaar. Voor hetzelfde wordt dat verkocht. En dat waren ook kopers die het wouden kopen. Dus dat was altijd wel een gevaar. En toen kwam Margaret erop en zei je, nu is het toch wel een beetje zekerheid. Dus zouden we aan de overkant niet beginnen met stekken te maken. Ja, toen van het een komt het ander. Eigenlijk het verhaal is iets genuanceerder, Theo. Ja? Dat weet je niet meer, omdat je op leeftijd bent. Ja, ja, ja. Lange termijn geheugen, dat is het eerste wat... Nee, in 2012 was ik hier nog geen lid. Ik stond wel al jaren op de wachtlijst. Maar dat was een zomer dat ik eigenlijk toevallig ook op het water hier langs, het Heibroek, zoals we dat nu noemen, we hebben het zelf Heibroek gedoopt, want het was toen letterlijk niemands land. Dat was een klein grindkuiltje wat men dreigde te gaan opvullen. Er ligt nog een watertje langs, dat was men toen aan het opvullen met zand. En ik had het plan opgevat om daar die zomer, want Dennis Hellings, mijn makker, die was daar in het voorjaar actief. En toen hij de topvis had gevangen, toen zei ik, oké, nu ga ik er starten. En dat was die zomer van 12 dat ik daar aan de slag ging. Maar dat buurten was hier toen al een beetje in voegen. We hadden nog geen clubhuis hier. Maar s'avonds werd er heel veel gefiederd. Johnny kwam dan fiederen en achter Johnny zat dan 4-5 man te buurten. Jean van de Roofvissers was daarbij. Ik herinner me Theo, Swa. En ja, ik zat hier dan bij wijze van spreken 150 meter verder of iets verder. Maar goed, was ik dan aan de slag op dat putje. Maar ik wist, die mannen zitten daar. Ik ga nog eens even langs. Ik hoef je niet te vertellen dat als ik die zomer 30 sessies had gepland, dat ik er misschien maar 15 geraakt ben. Ik bleef dan ook plakken en hangen. En dan werd daar echt hardop gedroomd van, goh, als dat straks, dan moeten we dit, dan moeten we dat. En toen heb ik inderdaad eens laten vallen van, goh, hier kan je nog zoveel winst mee boeken met die stekken eventueel. Ja, maar goed, wat kost dat dan? Dan is onze clubkas is dan meteen leeg. Dat was dan een beetje Theo's argument om dat nog wat af te houden, die boot. Maar goed, ook in Kinrooi ken ik een lokale houtbaron, een grote houthandel, waarmee ik wel wat kon regelen. Ik ben dan gewoon eens gaan vragen, want kijk, als wij dat daar zouden doen, hoeveel hout zit daarin, wat kost ons dat? En dan een mooi becijferd plannetje. Dan gingen de mannen, Jean en de mannen daar nog eens over nadenken. Maar Jean die was eigenlijk meteen mee. En die heeft toen heel fel, de hele zomer, achter iedereen zoveel. We moeten. Dan is dat maar leeg. En eigenlijk de clue was, stel dat we die stekken maken in september. En we doen in oktober de allereerste fish-in dan, aan het water. En we tellen gewoon voor een heel weekend vissen met alles erop en eraan, wel €50. En we doen dat met 20 mensen. Dan hebben we eigenlijk alweer een beetje zuurstof, een beetje ademruimte. En dan hoeft die hele clubkast dus niet leeggeroofd te worden voor ik weet niet hoe lang. Ah ja, september was het hout geleverd en zijn we aan de slag gegaan. En ook een maand later die eerste fish in, zo met wat vrienden van de club. Ook mensen die wat hier al kwamen, zonder dat ze hier visten, op de sessie zonder hengels. En ja, de rest is geschiedenis. En na het vervaardigen van die stekken, was de peer los. Toen is Theo in gang geschoten. We volgden het ene project het andere op. Theo de peer. Maar intussen, ja. Goed zweet en tranen. Vooral tranen wat lachen. En als je dan nu kijkt naar wat hier is en wat hier ligt, dan is dat vooral in Theo's geval een levenswerk. Ja. En we zijn heel blij met heel veel mensen dat we daar een deel van mogen uitmaken. En ook
niet alleen om er te zijn, maar ook om, om er overal aan te trekken en te beginnen. Hè. Ja, dat zie je ook als je door het boek bladert, hè, ja, dat hier heel, heel, heel veel werk is ingekomen. Ja. Waar staan we op vandaag? Kun je iets vertellen over het bestand voor de mensen die... Niet alles, want dan moeten ze het boek nog gaan halen, natuurlijk. Hè. Ja, alles staat gedocumenteerd in het boek eigenlijk, inderdaad. Ja. Ja. Maar bestand, qua aantal, als je dat bedoelt eventueel, hebben we nu opgebouwd naar... Ik zeg maar het aantal geschipte vissen, een 240, 250 vissen. Die staan niet allemaal in bestand. Er zijn erbij die te klein waren bij uitzetting. Zo'n 2 kilo zijn ze nog niet onmiddellijk in het bestand. Dan zijn er toch die nog geraakt worden van een snoegop door een aalscholver die het niet overleven. Dus je moet altijd, als je naar de eerste wedervangst, vanaf 2,5 kilo zijn durk zijn bestand zetten. Maar kleiner riskeer ik het niet. Maar die zitten ook in mijn computer in bestand, zo gezegd. Maar 240 zitten er nu, qua geschipte vissen, zitten er nog zeker op. Ik wil het ook opbouwen nog tot 300, maar dat is ongeveer 30 hectare. Dus 300 vissen moet het makkelijk aan kunnen. Het is ook enorm voedselrijk. Er wordt ook wel redelijk stevig gevist. Dus er wordt nog altijd wekelijk gevist, winterdoor zelfs. Dus daar ga ik wel wat voeren. Het water kan dat wel aan. Dus, maar het is ook altijd gebouwd naar voedselrijke, natuurlijke voedselbronnen. Dus de vissen moeten natuurlijk voedsel kunnen leven. En dat staat ook allemaal in het boek beschreven trouwens. En dan zeggen we ook, de rest is toemaatjes, het zijn snoepjes voor de vissen, maar ze groeien natuurlijk ook echt zelf. Hè. We voeren ook bij iedere week, betalen in de winter maar, licht verteerbaar, om ze zeker op top te houden. Dus dat heeft meer met bestandbeheer te maken, met waterbeheer. Bestand, ja, ook qua gewichten mogen we, hebben wel van de eerste uitzettingen in 2002 van aangekookte vissen, hebben we ook dadelijk virus mee opgeraakt. Daar hebben we jaren mee zitten, dat was ook een hardnekkig virus. Ik zou niet weten welke naam het in zoveel virus. Het is geen springvirus. Want het ging het gans jaar door. Ik kreeg in de zomer, in het voorjaar kreeg mijn eerste vissen en in december stierven we nog vissen. Ja. Om de zoveel weken een paar vissen. En dat heeft zo al jaren, meer dan 10 jaar aangesleept. Tot bijna 2014. Tot ik soms 30, 40 vissen op een jaar had. En dan vraag je dikwijls af, ja, waar ben ik mee bezig? Toch maar blijven bijsteken. Toch, ja, ik was toch begonnen, dus ik kon alleen maar doorgaan. Dus uiteindelijk maak je je bestand wel sterker. Ja. Door dat te blijven doen, eens je begonnen bent. En nu zitten we met 14 verschillende afstammingen van vissen, tot Polen, Frankrijk, Hongarije, noem maar op. En dan zelf eigen kweek opbouwen. Dus dat doen we dan ook. Alle vissen zijn nu ook wel geselecteerd. Zal ik maar zeggen, iedere vis die erin gaat, is geselecteerd op ofwel schoonheid of groeipotentie. Dat ga je op andere waters soms moeilijk doen, maar wij hebben een goed contact met kwekers. Dus ik ben altijd de eerste erbij. Met Matthijs samen van als er vis binnenkomt, de eerste dag zijn we er ook. Om zoveel mogelijk stress te vermijden van die vis, want daar breng je alles bij mee. We gaan nu eerder op een quarantaineput. Dat was vroeger ook niet het geval. Blijven we een jaar steken. Als er niks gebeurt, dan kunnen die pas overgezet worden. En dan ook weer alleen de echte beste vissen. Dus op andere plaatsen moet je dikwijls 300-400 vissen kopen. Om een voorbeeld aan te halen, we zijn nu bij een kweker in Duitsland geweest, een maand of twee geleden. Dan krijg je heel goede vissen. Maar dan door van de periode af, staat ook van waar halen ze hun vissen, want die maken je ook wel van alles wijs. Want dan zeggen ze, komen van Hongarije, maar ze kwamen van Frankrijk, bij wijze van spreken. Dus de oorsprong bij een kweker is toch wel altijd moeilijk. Maar dan de vissen daar zag ik van, ik heb er geen ene van meegenomen. Dan zaten daar duizenden vissen in die bakken, maar dat was gewoon slecht. Ja, dat trok in mijn ogen dus nergens op. Maar als je dan bijvoorbeeld als een syndicaat of betaalwater zijnde en je bestelt bij een kweker waar je van weet dat hij goede vissen heeft normaal gezien, je bestaat daar 300-400 kilo, krijg je 300-400 kilo van zulke visjes aangeleverd, waar een enkeling het misschien ooit gaat worden. Hè. Dus in dat voordeel hebben wij nu wel, en ook geleerd door de jaren heen van, ik kan me ook nog vergissen, want soms denk ik, ja, had je gedacht dat dit ging worden, het wordt niks. Dus vergissingen zijn er toch. Maar je kan toch wel al heel goed zien van welke vissen potentie hebben. Maar nu het mooie hier is ook, we hebben nu alles een digitaal programma met Fish and Tax. Dus we kunnen allemaal nog opvragen welke vis het is, wat die doet. Ik heb allemaal de hele gegevens staan erin. Maar ik heb ook nog altijd een fotoalbum. Wat ik altijd interessant vind om dat ook nog bij te hebben. Ja. Dan kan ik gewoon willen kijken. Maar als je nu in het fotoalbum kijkt, dus de topgewichten staan altijd in het rood voor die ingegeven. Ik druk elk jaar druk dat uit op papier. En als je dan nu in het fotoalbum kijkt, dan zie je ofwel de laatste vangst of de voorlaatste vangst staat in het rood. Dat wil zeggen, alle vissen zitten nog in een groei. Ja. Dus op andere water heb je dikwijls al vissen die al jaren blijven staan. Dat wil ook zeggen dat het bestand ook wel jong is. Ja. Omdat we eigenlijk de oude gouden zijn, er maar een paar vissen nog van hun leven. Dat is allemaal maximum van 2002. Dus het bestand en ook qua gewichten is het nu enorm aan het gaan. Dus we hebben ook bijna geen uitval nu meer. Mag kloppen. Maar dat is minim.
En als ik uitval op de laatste jaren, zijn het alleen maar jonge vissers geweest die ik bijgestoken heb. Die zich moeten aanpassen. Die waarschijnlijk niet aan kunnen wat de andere vissen drager van zijn. Dus denk ik dat we nu wel goed zitten. Ja. Murray en Blackspot, dat zijn de... Dat zijn de twee oudste nog, ja. Ja. En de toekomst, of is de droom af met het boek? Is dat zo'n soort slotakkoord, of zijn er nog plannen met de Heilakker? Het boek is eigenlijk gekomen, ja, door Danny. Dat kan Mark eventueel ook wel vertellen. Maar Mark heeft me toen, jaar of meer dan 10 jaar geleden, al tegengekomen een boek schrijven. Met de kennis die je hebt over de... En dat misschien, zeg Mark, jong, dat begin ik alleen. Ja, maar ik help je wel. Zeg, wow. En dan komt dan Danny aan al een paar jaar. Dan moet een boek komen. Moet een boek komen. Ja, nee, dat, Mark moest het dan. Ik kan wel schrijven, maar niet gelijk Mark kan schrijven. Ja. Dus ik gaf hem dan wat brute tekst. En hij maakt er zo een verhaal van. En ook leesbaar. En dan Danny komen we de winter af. Dat boek moet er komen. 25 jaar bestaan. En door die corona. Mark kan het misschien beter vertellen eigenlijk. Het ziet er zeer goed uit in het boek. Het is prachtig. Ja, ja, het was absoluut niet het plan. Nee, Thomas, die moet terecht. Ja, nu komen we terug bij zilver eigenlijk. 25 jaar VBK. Ik wou absoluut als vereniging een boek uitgeven. Met de 25, met, of niet de 25, maar met 25 bijzondere vissen van België. Die wat heel veel vissers hebben doen dromen. Van heel veel verschillende waters. Dus we zijn dat beginnen selecteren en ja, goed, ons maar gesmeten. En dan hebben we in 2017, december, zilver uitgebracht. En om heel eerlijk te zijn, viel mij die verkoop ontzettend tegen. Pas op, er zijn, als ik nu na zoveel jaar terugkijk, zijn er toch een dikke 500 boeken van verkocht. Maar... ja, je bent dan een vereniging van 1800 leden. Je hebt internationale weerklank. Er zijn heel veel Nederlanders ook die wat nog heel fel into de boeken zijn. Ja. Dus je maakt op voorhand maak je een plan in je hoofd. Je denkt dan van ja, 1000 boeken, dat moet goed haalbaar zijn. En dan blijf je steken destijds op een goede 400. En ook al... was dat voor mezelf. Ik heb daar geen euro aan verdiend, want dat was voor een vereniging dat je dat doet. Dus dat is nooit een drijfveer geweest. Maar ik voelde toen aan, mensen zitten daar niet meer op te wachten. Mensen worden niet meer geprikkeld door mooie verhalen van bijzondere vissen. Mensen boeit het met andere woorden nog heel weinig wat de geschiedenis is van onze vaderlandse karper scene. En dat heeft me toen... ja, op een of andere persoonlijke manier pijn gedaan. Ik dacht, ja, dat is nu eens wel mijn karperwereld. Daar sta ik nog 100% voor. Ik ben heel, heel dankbaar voor het verleden. Wat mensen in het verleden hebben uitgezet, daar plukken wij nu de vruchten van. Ik smul van die verhalen. Ik ga daarin op. Ik word daardoor geprikkeld om zelf te gaan vissen. Nu ben ik zelf wel een boekenliefhebber, dus het was een beetje een optelsommetje van... ik begreep niet van, allee, hoe kunnen mensen dit nu niet leuk en mooi vinden? En ja, toen is er ook een knak gekomen. Dan ga je naar Zwolle met dat boek. Dan heb je 100 boeken bij. Dan neem je er 85 terug mee huiswaarts. Toen dacht ik, ja nee, sorry, ik krijg het voor mezelf niet meer op een rij. Als enkel nog naar... En nogmaals, ik heb niks tegen betaalwaters. Maar als dat de verhalen zijn van anno 2017, waren we toen, of 18... Denk je niet dat dat medium ligt, lezen, dat dat minder gedaan wordt? Ja, eerder dan de inhoud van het boek? Men leest minder, maar... ik had toen echt zoiets van... Ik snap ook, hè, nieuwe media, filmpjes en alles hapklaar. En het moeten bijna stripverhalen zijn... een beeld met 3 lijntjes tekst en dan weer een beeld en dan weer 4 lijntjes tekst. Ja, ik heb daar helemaal niks op tegen. Ik snap ook dat mensen dat leuk vinden. Ik vind zelf ook wel bepaalde filmpjes leuk. Maar... Dat is fast food, hè? Ja, voor mij is dat evenwicht totaal zoek. En als dat dan de karperwereld is, dat alles maar voorgekoud moet zijn en dat mensen niet meer de moeite doen om een keer 2 blaadjes tekst te lezen zonder een foto, ja, dan haak ik af. Ja. En toen heb ik echt zo het gevoel gehad van... Ik kan niet meer fungeren als het gezicht
En ik heb het wel eens genoemd, het collectief geweten van de karperwereld. Ja, heel veel mensen kwamen dan naar mij als het om knikkers ging, of als het om god weet wat voor ethische thema's ging, of over waterbehoud. En dan moest je komen opdraven, maar diezelfde mensen die halen dan hun neus op voor dat stuk geschiedenis en voor de rijkdom van wat buiten de eigen voordeur ligt, hè. Waar ik nu mee bezig ben en wat mij raakt, dat boeit me. En al de rest, geef mijn portie maar aan Fikkie. Zo dacht ik dat. Zo. Ik kan daar heel erg mis in zijn. Zoals bijvoorbeeld Alain en anderen, die hebben dat, en Theo ook, die hebben dat tig keer gezegd. John van Heck, een van mijn beste kameraden ondertussen. Die hebben dat tig keer gezegd van, ja maar Mark, laat jouw geluk... En laat jouw tevredenheid toch niet afhangen van dat aantal. Ja, maar ik doe dat wel. Ja, en dat zit zo in me. En ik kan dat niet veranderen. Ja, hoge verwachting. En de valkuil is natuurlijk grote teleurstelling. Ja, 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 ja. Maar Mark, als ik het goed begreep, dan zijn er dus nog over van zilver. Er zijn er nog, ja. Er zijn er nog. Die staan in mijn garage. Het enige nadeel van boeken is, het isoleert niet. Anders had ik ze op zolder, gelegd. Ja. Nee, er zijn er nog een 400-tal. Yep. Dus ondertussen zijn er wel 600 ongeveer de deur uit. Er zijn er nog 400. Nee, 399. Je hebt net eentje verkocht aan mij. Oké. Dus jij voelt je nu aangesproken? Ja, nee. Ik bestel er eentje. Ik heb er geen bij. Nou, heeft niet. Ik heb er geen bij. Maar goed, na zilver was mijn animo voor boeken plegen... zat wel op een vriespunt. Het zat zelfs onder nul. Omdat, goed, zo'n boek... Je steekt daar ziel en zaligheid in. Dat gaat niet over weken, dat gaat over maanden. Zilver was dan wel qua opzet dat er 25 verhalen in staan. Ik heb natuurlijk niet 25 bijzondere topvissen van België zelf gevangen. Dus dat waren heel veel verhalen ook van anderen die ik dan redigeerde. Daar staan ook verhalen in... van mensen die wat dat gewoon tegen mij verteld hebben en dat ik het opschreef. Je steekt daar onnoemelijk veel tijden. En ik weet de zomervakantie, want ik was toen nog enkel leerkracht. Nu heb ik nog een ander beroep. Maar toen was zo'n zomervakantie echt 2 maanden verlof. Ik heb die 2 maanden... Ik ben niet naar pretparken geweest. Ik heb 2 maanden aan de computer gezeten. En achteraf gezien, denk je dan van dat staat niet in verhouding tot de weerklank wat dat krijgt. Dus ja, een boek, nog in geen 100.000 jaar. Maar dan komt Danny op de gezette momenten. En het was dan corona, ik had weer tijd over. Want alles van school was digitaal, in mijn geval was dat niets. Omdat ik een lichamelijke opvoeding geef. Dus dat viel grotendeels gewoon weg. Dan zit je maar thuis. Heel mijn politieke bezigheden, dat ging ook aan de computer. Het was allemaal digitaal. En het stond ook op een laag pitje. Want het echte leven valt grotendeels stil. In die eerste en tweede lockdown. Dus ja, dan heb je wat tijd. En dan bij zo'n avond dat we hier zaten, voorafgaand aan de vissessie, ja, de juiste mensen op de juiste plaats. Ik had misschien ook een pint of 4 op, dat speelt mee. Dus ik zei op een onbewaakt moment van, allee, kom, het is goed. Ze zijn zeker gegeven door Danny. De voorzet is gegeven door Danny. En ik heb dan meteen mijn veto's gesteld. Ik zeg, ja, maar het is ofwel met Theo, ofwel niet. Dus we doen het samen of niet. John moet meewerken. En dat was dan veto 3. En toen dacht ik van, nu heb ik ze. Geert van de Planken moet het layouten. Ja. Als Geert het niet doet, dan vertrekt het bootje niet. En ik dacht, ja, Geert, die gaat geen tijd hebben. Geert gaat dat niet doen. En ja, goed, iedereen zei, oké, we gaan, we doen het. Dus dan begin je op, ik denk op 2 of 3 januari, ben ik dan echt begonnen. En aan één stuk door tot, ik denk... halverwege juni of de eerste week van juni. Toen was mijn bobijn helemaal op. Toen heb ik het ook echt 3 weken laten liggen. Daar niet meer naar omgekeken. En dan in juli terug wat begonnen. En eind juli was het zo goed als klaar het manuscript.
Dan hebben we het nog een maand laten rijpen en wat schaven en wat bijsturen. De laatste vrijdag van augustus ging het naar Geert. En twee maanden later was het klaar. Dan is het naar Bijn gegaan, de drukker. En dan zijn we, dat was een van de mooiste dagen van afgelopen jaar, dan zijn we op schoolreis geweest naar Bijn toen het klaar was. Want normaal gezien, zo'n drukker, die maakt een boek, die stuurt u dat toe. Maar wij hadden zoiets van, nee, wij komen dat halen, En dat was een vrijdagmiddag. Ja, Danny reed. En Theo en ik zaten letterlijk als pubers in de auto. Ongeduldig. Je wilt dat vastpakken. Je wilt dat voelen, je wilt dat ruiken. Ja, bij Bijn als koningen onthaald. Goed gegeten, goed gedronken. Oude koeien uit de gracht gesleurd. En s'avonds komt dat boek. Want het kwam letterlijk van de boekbinder. Want Bijn heeft nog gebeld. Breng nu maar naar hier, want ik zit niet op kantoor. Breng het maar naar hier. Dus het was allemaal... allemaal goed getimed. En dan komt dat boek daar te liggen. En dan... we hebben ook van meet af aan... Uw verwachtingen liggen anders. Het is ook een bijzonder boek, omdat het over één water gaat. Ik kan dat heel goed begrijpen. Dat iemand uit Aalst, of iemand uit Lokeren, of iemand uit Ieper, of iemand uit Amsterdam, die wat dit water nooit bevist heeft. Die wat ook misschien zelf beseft, ja, ik zal daar waarschijnlijk nooit vissen. Ik heb daar niks mee. Ik kan dat 100% begrijpen. Dus vanaf moment 1 de aantallen heel laag gehouden. Ook om een beetje het exclusief te houden. Ja, Danny en ik, we zijn boekenliefhebbers. We hebben er in de kast staan die wat heel schaars zijn. En ik kijk altijd naar die boeken van... Ah, ik heb hem toch maar. Ja, ik heb hem toch maar. Thomas en ik zijn ook best wel verzamelaars op dat gebied. Heb je dubbels? Ik heb dubbels. Stuur met lijstje eens door. Eerst naar mij, dan naar Danny. Welke versie van Carp Fever heb je nog te kort? wat mij opviel, als ik heel veel hengelsportboeken vastneem, dan zie ik eigenlijk een niet zo vlot geschreven tekst, die er eigenlijk snel op papier is gezet, met wat foto's erbij geplakt, spektakel. Of het zij over de dronken toestand van het water, of de hooray, get in, come on, verhalen van grote vangsten. Maar ik denk dat zo'n boek als dat, een boek over de heilakker, de chronieken van de surf, maar één keer om de 10 jaar uitkomt. Zoiets. Er zit heel veel diepgang in. Er is echt wel serieus aangewerkt. Als je ziet ook naar de manier waarop dat de bestandslijst is opgebouwd, dat is fenomenaal. Het doet me een beetje denken aan het boek van Kevin Clifford en Lynn Arbery over Rittmeyer. Daar doet het me een beetje aan denken. Dan kom je maar. Ik ken maar één ander boek van dat allooi en dat is dat over Rittmeyer. Ik vind het echt fantastisch. Dat is een compliment. Ja. Dat is welke oplage heb je? Hoeveel exemplaren zijn er? Er 400. 400. Ja. Zijn er nog over? Er zijn er nog genoeg over. Ik weet de juiste aantallen niet. We hebben meteen gezegd, ja kijk, 400. En dan hebben we wel nog een aantal doosjes voor onszelf. Want als je zo'n boek drukt, dat is misschien een goede tip voor de mensen die wat eens in de pen willen kruipen. De drukker doet er altijd wat meer dan jouw oplage. Want er zitten erbij... Die wat, zoals dat boek wat hier nu ligt, als inkijkexemplaar. Ja. Daar zaten een aantal pagina's in waar wat plooien in zaten. Er zijn een aantal boeken waar dat de inhoud er omgekeerd in zit, in de kaft. En zo hebben we toch wel een paar tientallen boeken. Waar dat, ja, kijk, de minste beschadiging, dat moet je zeggen, want dit verkopen we niet. Want iemand die wat zegt van ik vind dat waardevol, ik wil dat hebben, die verdient een onberispelijk exemplaar. Dus een drukker heeft er altijd wel wat extra. Dus we willen nog wat dozen voor onszelf houden. Voor God weet binnen dit en zoveel jaar dat je kleinkinderen hebt. En, ja. Maar het zijn er normaal 400 voor de verkoop. En er zijn er nog genoeg over, want we missen wel heel veel aan het teloorgaan van de beurzen en de meetings. Die internetverkoop, dat dekt een kleine lading.
maar zeker niet alles. Heel veel mensen moeten je zien, moeten het ook eens kunnen vasthouden en voelen, eer dat ze geprikkeld worden. Want het is toch wel een stap. En wat Danny ook zegt, de verzendkosten van tegenwoordig, de verpakking alleen al kost al bijna een euro. En dan het verzenden aan zich, ik denk tegenwoordig naar Nederland 7,20 euro, en dan verzenden we het in Nederland. En dat zijn bedragen, als je een boek laat maken en het kost 49 euro en 1/20ste komt daar nog eens bovenop voor het verzenden. Heel veel mensen zeggen dan letterlijk van, ik wacht wel tot ik de mannen zie. Ja. Ik heb gisteren nog een werkdag gehad aan een ander water en daar zei ook meteen iemand mij, je hebt toch boeken bij? Ja, tuurlijk heb ik geen boeken bij. Ik heb niet standaard, want als je dat in de auto laat staan, dan krijgt dat zo wat van die golvende blaadjes. Ja, dus nee, ja, ik dacht zeker, als ik hem zie, dan zal die wel een hebben voor mij. En dus, is dat een boek een B? Nee, ik heb... Ah, ja, ik heb. Theo heeft erbij. Okay. Theo heeft erbij. Maar dat is ook wat de beurzen die we missen. VBK ja. Zeker, en dan ook ja, Den Bosch. Je gaat altijd we kennen toch wel redelijk wat mensen door de jaren heen. Ja. Kennen we heel veel mensen. En er zijn heel veel mensen die niet zo echt met dat internet gebeuren en dat Facebook bezig zijn, die moeten je gewoon zien op een beurs. En dan zien ze dat boekelijk op potverdikken, ja. Maar dat zien we nu ook wel aan de verkooplijst. Dan houdt dat allemaal perfect bij, dus we zien die namen wat allemaal. Er zijn heel veel mensen bij die we persoonlijk niet echt kennen. En dan mis je nog mensen die je dan wel echt kent. En dan weet je ook van als je die mensen op een beurs tegenkomt, die gaan die boeken nog sowieso nog komen. Maar die beurzen moet je nog hebben. Ja. Dat is eigenlijk... Echt een syndicaat wat, je kan niet gewoon een abonnement kopen en hier komen vissen. Hoe raak je eigenlijk als visser van buitenaf, hoe kan je vissen op de heilakken? Moet je 10 jaar wachten? En nog langer nu. Nog langer? Ja, het is een wachtlijst, ja, en ik denk dat Danny weer, je houdt die perfect bij, want daar heb ik me van afgemaakt. Ik denk dat 140 mensen sowieso op die wachtlijst hebben staan. Er zijn nog mensen bij die al van eind jaren 90 sowieso op die wachtlijst zelf vroeger nog op stonden. Ja. Dus ja, eind jaren 90 staan erop. En die zijn nu, dat we wel door, daar gaat niemand weg. Ik krijg al telefoontjes of mailtjes, en op een gegeven moment worden de mensen ook ja, boos van, ja, maar waar ga ik dan ook niet op? Nee, maar ik heb dat ook niet zelf in de hand, hè. Ja. Je hangt hier nog een keer van een surf van een zeilclub af, waar die zeggen van een limiet, jongens, het is goed, hè, je moet met twee clubs samenwerken. Die hangen ook nog onder de gemeente. Nu moeten we door inmenging van mensen in de buurt, gaan we nu ook nog mensen van Maasmechelen moeten nemen, voorrang geven. Ja, dan ga je ergens. En in feite, het is, ik probeer nog dikwijls uit te leggen, hoe kleiner dat water is, hoe gemakkelijker dat het gaat. Want een klein water van 2 hectare bijvoorbeeld, gelijk het Eiboek, nu zal ik maar zeggen als voorbeeld, dan ben je als visser op een jaar ben je erdoor. Heb je normaal gezien, al die targets heb je binnen. Ja. Het moet al lukken als dat niet, hè? Meestal lukt dat. Dat is dus hier niet het geval. Hier komen vissen die er soms 10 jaar niet uitkomen. Ja. Dan moet jij hem nog net vangen. Dus ik wil maar zeggen, hoe groter het water is, hoe moeilijker dat het gaat dat er iemand weggaat. Plus hier, het bestand wordt constant opgebouwd. Iedereen weet hier ook die hier vist. Ja, binnen 5 jaar hebben hier een nieuw target zitten. Hè? En die zijn nog lang niet rond dan. Hè? Dus ik wil maar zeggen, daar gaat niemand van de vaste leden hier de vergunning op zegt. Voilà, en niemand. Ook als je hem opzet, zeg je hem kwijt, moet je opnieuw op de lijst komen staan. Dus weet niemand, je er nooit meer niemand gaat dat opnieuw. Nee. Ja. Dus dat geeft niemand op. Ja. Dus wat doe je... We hebben dat dan langzaam toch maar uitgebouwd naar meerdere mensen, want als sommige weiniger vissen, oké, we pakken er een paar bij, het is verantwoord. We zijn met eigenlijk begonnen dat we dan niemand konden pakken, doordat we Maasmechelen ook nog moeten voor laten gaan. We hebben gezegd, we gaan proberen van 1 per jaar van de buitenlijst te pakken dus. Maar dan duurt het om ze tenminste een jaar beginnen. Dat hebben we nu al verschillende jaren achter elkaar gedaan. Dat is mooi, ja. Dan doen we toch iets. Ja. Maar en gastsessies, is dat mogelijk? Dat, kun je mee met iemand komen? Dat wordt wel gedaan, maar we kunnen er ook niet... gaan uitbreiden, want je moet nog altijd trainen met die vaste vissers. Want de vaste leden, ja, die komen dan ook altijd al, en meestal die mensen die werken, die kunnen alleen maar het weekend vissen. Dus wat doen we nu als we gastvissers toelaten? We moeten ten eerste al weten dat het serieuze mensen zijn. En dan kunnen die vissen tussen een zondag en een donderdag. Ja. Dus ik probeer nooit geen zastaties in de weekends meer te plannen. Dat deden we vroeger wel. Maar dan raak je altijd mensen die, maar hey, nu kan ik zelf niet vissen. Ja, en dan hebben we nog visions, verschillende visions. Ja. Ja, dat zijn mensen natuurlijk, zeker met een jaarvergunning, die zeggen, ja maar hé, dus, het is moeilijk. En veel mensen begrijpen dat niet. Ook het werk wat erin gestoken is, dan komen ze op een gegeven moment zeggen, ja, nu heb ik toch een vergunning. Maar ze begrijpen niet wat het werk wat erin gestoken is door de vaste mensen van hier al jaren en achter elkaar. En je ziet ook dat gebeurt overal, hè, dat er wachtlijsten komen te zijn. Ja. Ik denk ook dat het er een stukje aan ligt, omdat het vissen aan zich eigenlijk...
tegen mijn eigen verwachtingen in, populairder is geworden. Het was een van de enige buitensporten die wat heel snel terug mocht in die eerste lockdown. En dat heeft wel voor wat extra's gezorgd. En het wordt ook natuurlijk op een hele vlotte, leuke manier vermarkt. Hè. Ik bedoel, de filmpjes wat je ziet van bijvoorbeeld, en dan noem ik meteen de twee kroonprinsen van de karpenwereld, Pilar en Hofman, dat zijn feel-good filmpjes. Die mannen die kunnen... Allee, de karter van een auto ontploft en nog hebben die mannen lol. Ja, De derde drone van 2022 crasht in het water en dan zeggen die mannen, god jong, ja. Ja, ja. Jammer joh. Door en door. En ze presenteren dat, en niet alleen zij, maar goed, dat zijn de beste voorbeelden wat ik nu kon geven. Dat spreekt aan, dat prikkelt jongeren. Jongeren zullen niet geprikkeld worden van een boek, anno 2022, hoe erg ik dat ook vind. Maar zo'n filmpjes, dat is allemaal kort, krachtig, flitsend. Dat is leuk, gemonteerd. En zo trek je heel veel mensen aan. Ja. En dat is een verdienste, dat is ook een valkuil. Maar uiteindelijk, we zijn al zo egoïstisch, of zo egoïstisch is negatief. Maar we zijn zo op onszelf ingesteld, want vissen is een individuele sport. We moeten toch ook altijd de transfer maken naar... Als wij uitpakken met onze hobby en we vermarkten dat, dan is dat ook zorgen voor de toekomst. Voilà. Ik zou ook graag zoiets zien rond mentale gezondheid en vissen. Want dat is nu in Engeland, kun je dat nu voorschrijven, de dokters, de huisartsen, gaan vissen. En daar staan we nog enorm ver van. Want ik werk in de gezondheid, als ik afkom van we zo moeten iets doen rond vissen, ja, dat is er bijna allemaal te lachen. Nee, dat is te exotisch, te out of the box, terwijl dat wel helemaal in de mindfulness zit. Je bent met één iets bezig de hele dag, je leeft het moment. Voor hoeveel mensen is dat niet een psychiater aan vissen? Dat is zo. Dat is wel iets bijzonders wat je nu zegt. Want als je zou zeggen van, we leggen daar aan de oever aan het water, leggen we een houten pontonnetje en we gaan daar yoga doen, dan zegt iedereen, maar logisch, zien. Logisch. En als je dan zegt aan datzelfde water, met een hengel, met een dobber of met een plugje wat gooien, dan is dat ineens het zotste idee van... Ik had aan het kasteel van Horst, denk ik, was er een ponton en ze stonden te dansen en ik ben mee gaan dansen. Maar inderdaad, daar kijkt niemand wel van op. Maar dat is wel een andere ding. Maar is het een streng reglement? Hoeveel lijn mag je vissen? Drie wat schijn ik? Drie, ja. Verder? Geen speciale dingen? Gewoon gezond verstand gebruiken, zeg ik altijd. Ja. Je moet allemaal toegang, maar de meeste mensen weten wel waar ze mee bezig zijn. Dus je moet altijd een beetje opletten met die visions. Dan weet je niet echt wie er komt. Daarom zeggen we ook altijd, luister, ze moeten allemaal lid zijn van VBK. Dat er een eis is sowieso die we al beginnen te stellen. We hebben natuurlijk gesteund door VBK. Ik heb ook altijd gezegd, VBK is een vereniging die doet wat voor de kabelvissers. Dat zou de jeugd ook moeten weten. Want ik ken nu bijvoorbeeld sommige leden die er dan een jaarvergunning krijgen. Die toch al redelijk wat meedraaien. Die ik persoonlijk niet kende. Die dan echt in de buitenlanden, zelfs overal, Tsjechië, heel veel Frankrijk, die VBK niet eens kenden. Dan zei ik, luister hier, verplichting is één, is, je moet lid van VBK zijn, wil je een vergunning hebben. Dus dat is altijd een vereiste geweest. En dan leren die dat dan ook wel kennen, en dan zie je van potverdikke, ja, maar gezien, en dan, dat niet geweten. Dus veel, veel mensen, nu met de verjonging, nu met meer, wat Ruud nu doet, die bespreekt veel meer de jeugd ook aan. Je krijgt heel veel meer jeugdige vissers bij VBK. Dat was wel nodig, want je zag gewoon dat toch nog gemist werd ergens. Dus dat... Ja, er is nu een heel plan met echt jeugdmeetings over de verschillende provincies heen. Facebook stond er vol van. Maar ik denk dat wel wat een beetje gemist, nog de jeugd interessant maken van de VBK. Dat is ook zo. Maar dat is nu wel aan het beteren, denk ik. Ik had dat als voorzitter niet. We zetten wel in op sociale media en we zijn daarmee begonnen. In die 12 jaar dat ik die kar trok. Maar ik deed dat dan zelf. Ja, er werd nog iets minder gedelegeerd. Ik was altijd iemand, je vraagt dat 2 keer en de derde keer doe je dat zelf. Ja. En
Ja, ik heb zelfs geen TikTok. Ik wil dat ook niet. Ja. Ik heb wel Instagram en Facebook. Mijn Facebook gebruik ik zeer actief. Instagram al veel minder. Eigenlijk is dat gewoon een doorslagje van wat ik op Facebook zet. Maar om dan te gaan zeggen van ik ga een vereniging zeer gericht en systematisch en cyclus in de markt zetten via die nieuwe media. Ik was daar geen goeie voor. Ik was daar echt geen goeie voor. En nu, na die laatste voorzitterswissel, is dat een van de speerpunten geworden ook weer. En je ziet dat dat werkt. Nogmaals, laat dat een absolute oproep zijn aan voorzitters aller landen. Weet wanneer uw houdbaarheidsdatum in zicht komt en handel daarnaar, want dat maakt uw vereniging sterker. Ja, wij dachten in het verleden dat we iedereen bereikten, op de manier gelijk het ging. Maar je bereikte dan precies toch die echte jeugd niet. Ja, nu 6000 en zoveel Facebook-volgers, dat is enorm. Hè. Dat is enorm. Ze moeten allemaal lid worden en ze is nog veel groter. Ja. Nog, en toch heb je nog altijd die negatieve mensen, dat zit er van vroeger een beetje in, van ja, VBK, maar elite, dat werd vroeger altijd gezegd, dat dezelfde mensen in de boekjes komen, maar zelf schreven ze ook niet. Ik heb daar zoveel discussies, nu praat ik wel van jaren geleden, hè. Ja, het zijn altijd dezelfde mensen in die boekjes staan. Zeg je maar, schrijf jij zelf iets? Ja, nee, ja, dan kun je ook in boekjes komen. Als je, inderdaad, als je zelf mailt en je vraagt van kijk, is het oké om een artikeltje te schrijven, dan is dat automatisch eigenlijk, ja. Hè. Tuurlijk. Dus dat valt echt op. En ik denk, dus inderdaad een oproep om actief mee te doen. Je bent ook afhankelijk van wie dat er recht staat om iets te doen. Ja. Als er iemand recht staat, met een communicatieprofiel en iemand die Facebook denkt, dan zit je goed natuurlijk. Dat moet je zelf moet doen. Ja, dat is. En als je het niet met passie doet, dan is het sowieso. Je moet die mensen ook hebben die daar ook gericht op kunnen inspelen. Hè. En dat is denk nu wel het geval. Zitten we wat jongeren, gelijk met Theo doet zijn ding op zijn TikTok mee samen en zo, hè, met Ruudje op VBK. Ja, dus TikTok, je raakt dan die jeugd. Ik ben onbekend met TikTok. Doet hij dan een dansje? Ik ook niet, het ook niet. Maar ik weet het niet, dat zijn wel die reels waarschijnlijk. Ja. Ik vind TikTok verschrikkelijk. En ik laat me ook niet bespioneren door de Chinese overheid. Ja, oké. Maar goed, je bereikt wel die jeugd. Hè. Ja. Dus dat is dan weer het voordeel ervan. Hè. Ja. Zitten we vrouwen in de club? Of zijn het de volledige mannenclub? Hier op de Heilakker. Ja, hengelvergunningen zijn het alleen maar mannen. Dit jaar is er wel een vrouw die wat een jaarvergunning heeft. Ja. Ja. En dan Esther van John is eigenlijk lid uit sympathie, maar ze vist niet. Ja. Ze heeft ook geen echte visvergunning, maar ze is hier ieder weekend als John hier is. Ze doet aanplantingen, ze vult, ja, Theo heeft het straks gezegd. Ze zorgt voor de vogeltjes, ze zorgt voor de natuur, ze zorgt voor ons, want ze kookt enorm goed. Ja. Blijf het doen, Esther, blijf het doen. Dus ze is wel verbonden aan de club, zodat zij ook verzekerd is als er iets gebeurt. En zie je dat bij het VBK een tendens in, meer vrouwen, of is dat echt iets dat dan nog altijd moeilijk ligt? Om heel eerlijk te zijn, de ledenlijsten van de laatste jaren, ik zou het niet weten wie daar allemaal op staan en wie niet. Ik weet, in mijn tijd waren daar een handvol vrouwen waren lid. Ik denk dat nu misschien toch wel weer wat uitgebreider is. Want het ledenaantal is nu wel onder de nieuwe wind. En ook wel onder impuls van die lockdowns. Mensen zochten heel veel afleiding. Ook in verenigingen is dat ledenaantal los door de 2000 geschoten. Ja, ik denk dat het hoogste aantal in de jaren Hoedemakers was 1850, om en bij. En het ledenaantal in het era Schoefs is meteen met hulp van corona, Ruud, hè, laat ons dat even benoemen, maar is denk ik de 2200 en. Ja, maar goed. Ja, prachtig. Wat voor wat het eigenlijk maar kost, hè, krijg je er zo. Ja, iets van de magazines. Nu, een leuk weetje nog. Ik heb het net over de coronacrisis gehad en de eerste twee lockdowns. De boekenverkoop, die schoot ineens als een pijl omhoog. Ik doe nog steeds de Nederlandse verzendingen voor het VBK. Dus ik heb mijn zoldertje, daar heb ik wel wat voorraad boeken liggen. Vanaf het moment dat het land, en zeker Nederland, op slot ging, mensen kochten boeken. Mensen kochten boeken. Ik heb denk ik in die periode maart, april, mei, juni
van 2001 was dat. Hè. 2020, ja, dat is juist, het gaat snel, de tijd vliegt. 2020, dus die eerste lockdown, heb ik, en dat is niet overdreven, maar ik denk dat ik 30, 35 boeken naar de post heb gedaan. Terwijl die jaren daarvoor waren dat er 3, 4, 5 per jaar. Ja, ik ben ook coronalid van de VBK. Omdat ik de communicatie zeer goed vond. Dan stopte ik in mijn zaal. Dank u. Oh, Jan de Reel. Dank u. Ja. Want ik ben nog steeds betrokken met VBK. Ja. Voor die communicatie kunnen ze dan altijd wel wat beroep doen op mij. Ja, ja. Maar we hebben ons best gedaan in heel die coronacrisis. En het, wat je nu zegt, het stopt een keer met zagen. Je kunt daar niet gaan roepen en tieren. Je moet altijd beleefd blijven. Je moet met goede argumenten aankomen. Want dingen eisen met de vuist op tafel, dat werkt contraproductief. Ja, klopt. Oké, okay, nog een keer. We hebben altijd een rubriek met vragen en een dobbelsteen. Dus dat gaan we nu even doen. Ja, het principe is eigenlijk heel eenvoudig. Wat dat er gebeurt, is dat je met een dobbelsteen trek je eigenlijk een nummertje van een vraag. Ja. En dan stellen we die uit het boek. Oké. Okay. Mijn telefoon is wel echt krakkemekkelen. Dus je moet gewoon als zo doen of als zo doen. En dan krijg je een vraag van ons. Dus Theo mag beginnen. 14. We hadden het even zoeken. Maakt jij uw logboek ook nog op zo'n schriftje? Nee, dat ook niet. Ah. Het is pure schriftje voor de podcast. Oké, ik dacht al zo. Echt oldschool, hè? Ja, maar ben daarmee begonnen, maar ik hou het niet vol. En ik beklaar me dat altijd. Ik denk altijd van, allee, is dat inderdaad moeten bijhouden? Hoe laat dat is, wat kaas dat is, welke plekken dat is. Ja, iedere keer denk je, ja, ik ga dat wel onthouden. En de volgende keer weet je dat totaal. Ik heb nog zoveel boekjes, ja. Wat ben je ooit verloren aan het water waar je spijt van hebt? Ik heb nog nooit iets verloren aan het water. Iets vergeten. Iets vergeten. Ik kan echt niet onmiddellijk iets voor de geest brengen. Geen vrouw kwijtgeraakt. Nee. Nooit geen setnet laten liggen. Nee. Ik kan niet echt talen iets voor de geest brengen wat ik zou verloren zijn aan het water. Ik ben ooit in de jaren 90, misschien herinner je dat nog van Gardner, van die stringerneedles. Die zo in zo'n groen sliefje zaten. Ja. En ik zette die altijd aan de achterste bankstick klaar. Voor het volgende moment om in te nemen. Ik heb die ooit laten staan. Ik ben gaan zoeken, ik heb die niet gevonden. Maar ongeveer een jaar later zit ik op dezelfde stek. En steek ik mijn bankstick in de grond en zie ik dat 10 centimeter ernaast. En nog perfect op die manier in de grond zitten. Ik ken hem nog altijd. Ik heb waarschijnlijk al 30 jaar. Het enige wat ik daarop kan zeggen is dat ik wel verschillende keren dacht dat ik iets vergeten was aan het water. Dat ik dan terugrijd, dat ik dat niet dadelijk vond in mijn kabinet, zal ik maar zeggen. En dan lag het dan toch in mijn kabinet. Ik heb wel eens een schepnet steel vergeten. Aan de grensmaas was dat. En toen ik terugkwam, had iemand die in twee geknakt. Maar goed, om nu te zeggen dat ik dat erg vond. Maar er is al wel veel kapot gegaan aan het water. En daar heb ik dan wel spijt van. Ja. Omdat het altijd vermijdbaar was. Ja. Als je dan op terugkijkt, vorige winter ben ik uit mijn boot gevallen. Dat verhaaltje staat trouwens ook in het boek. En als je dan achteraf terugkijkt op die bijna doodervaring was. En mijn accu was toen verzopen, zo'n rebel cell. Mijn motor die heeft ook klappen gehad toen, want die ging toen achteruit op het moment dat ik hem vooruit wou laten gaan. Een schepnetsteeltje van de club is toen gezonken. Dat is het enige wat weg was en de rest was gewoon kapot. En dan denk je van, goh, dat had ik wel kunnen vermijden, want ik viste toen met zo'n 1,60 meter bootje, omdat dat gewoon makkelijk is om te voeren. Maar als je dan makkelijk kan gaan voeren, dan is het ook wel makkelijk om eens even een kort nachtje ermee te vissen, omdat het opgeblazen in mijn busje kon. Maar koop gewoon een fatsoenlijke boot waarin je stevig zit,
dan vermijd je dat soort onzin. Ja, ze zijn heel klein, die boer. Ja, iets te klein. En ik zat dan op de band. Na herhaaldelijke keren, omdat je gezegd hebt, Mark, dat is levensgevaarlijk. Ja, ze wuiven dat dan weg, tot het dan een keer gebeurde. Ja. Maar van die accu heb ik toch wel, wel spijt, dat die kapot is. Oké, mag nog een vraag doen. Hè. Mark, dan mag ik eens swipen. 26. 25. Ik kan niet aan. Wat is je voornaamste hulpmiddel voor het vinden van karpers? Goh, dat is een bijzondere vraag, dat die nu moet vallen. Ja. Want... Heb je een drone gekocht? Nee, ik heb al even een drone, maar ik zoek daar eigenlijk geen karpers meer. Vind je dat niet vals spelen, een drone? Ik vind dat zo over de grens. Oh, ik heb die drone gekocht om mooie luchtfoto's te kunnen maken. Ja. Maar ik gebruik die eigenlijk helemaal niet. Ja. Nee, ik heb altijd geprobeerd, al die jaren dat ik vis, om op gevoel karpers te vinden. Je ziet ze wel eens springen af en toe. Hier is dat heel weinig het geval. Op andere waters kan dat wel eens helpen. Je houdt rekening met windrichtingen als het groter water is. Je kan ook met voeren kan je een beetje vals spelen, want dan kan je ervoor zorgen dat zo'n stek voorbereid is. Je ziet heel veel als je ogen ophoudt. Je kunt heel veel puzzeltjes leggen als je ook luistert naar wat anderen zien en ervaren. Dus ja, mijn voornaamste hulpmiddel om karpers te vinden is altijd geweest, hou je ogen open en denk na. En analyseer dingen, leg verbanden. Ik heb me nu afgelopen week wel, na vele jaren gebruik gemaakt hebben van een kleine Lowrance dieptemeter, heb ik wel een nieuwe gekocht, zo'n Raymarine Element 7. Ik kwam daar gisteren mee naar hier. En het ding ging niet. Dus ik dacht wel van, dat is nu eens een hulpmiddel. Dat kan weer een paar procent extra opleveren. Maar het moet wel marcheren. En, dus ik kan volgende week kan ik terug naar de winkel. Ja. Is de Haylock het enige water dat je nog vist op België? Of? Nee. Ik heb nog wel een aantal watertjes waar ik met regelmaat mijn ding doe. Maar... de eerlijkheid gebiedt mij om te zeggen dat het afgelopen jaar, anderhalf jaar, hier mocht je vissen in de lockdowns, 's nachts, omdat het een afgesloten gebied was. Dat helpt al om meer naar hier te komen. Dan, het moment dat boek er kwam, of de aanzet van het boek, ja, dan vis je ook uitsluitend hier, omdat iedere keer als je hier komt, dompelt je nu weer onder in het verhaal, in de geschiedenis, in wat er gebeurt. Ik dacht ook van alles wat ik nu nog meemaak, dat komt er nog in. Ja. Dus dat was dan van vorig jaar. Ben ik alleen hier aan de slag geweest. En nu is het zo dat ik hier met de winter wil doorvissen. En dan in het voorjaar ga ik nog eens andere oorden opzoeken. Ja. Heet je? Was de vraag. Heb je alleen nog op één dag het beste? Voornamelijk wel, maar dat eigenlijk... Dit is echt mijn thuiswater. Ik zie altijd, ik kan hier ook genieten, ik blijf hier ook genieten. Maar ik heb dan nog wel andere waters waar ik nog wel een kaart heb. Maar openbare waters, moet ik eerlijk zeggen, het kanaal, de grote vergunning, ik denk dat ik zelfs al, maar zeker 8 jaar al geen minimum, geen vergunning meer genomen heb. Omdat ik gewoon, ik kom er niet uit. En ik woon tegen de Zuid-Willemvaart met een heel mooi bestand. Maar hij komt er gewoon meer aan. Nee, het zegt me niet veel meer. Ik denk, ja, ik moet nog eens, maar het komt er niet van. Ik steek hier zoveel tijd aan en ik kan hier genieten. En je hebt altijd wel volk rond je. Plus, waarschijnlijk kan je het ook zeer goed en is het ook gemakkelijker geworden om het is, te vallen. Het water is ook, ja, pas op, gemakkelijker hier is toch nog niet gemakkelijk geweest. Ja. Maar het is dan ook een groter water, je raakt die gewoon niet uitgevist. En voor mij is dat opvolgen van die vis is voor mij eigenlijk meer prioriteit als het vangen zelf bewijzen. Ja. Ik kan veel meer genieten van, ik heb het straks al aanhalen, als iemand anders een vis vangt, ben ik als eerste erbij van wie is het, wat heeft hem gedaan. Dat interesseert me op het moment veel meer als het dikwijls het vissen zelf. Ja. Dus, maar ik heb nog wel kaarten op andere syndicaten waar ze waar met dingen wat doen. Ik heb ook ooit een van de eerste op heikant een loker bij alleen een kaart gehad. Ja. Maar dan zeg ik ook, ik heb dat een jaar gedaan, ik heb op een vissen gevangen. Was toen ook natuurlijk nog gemakkelijker, was nog in mijn eerste jaren. Het was het eerste jaar.
Maar achteraf zei ik ook, er zijn zoveel mensen die op die wachtlijsten staan, die net geen kansen krijgen. En ik heb je water genoeg, geef die kaart door. Ja. Laat andere mensen een kans. Gelijk nu Maas Beemt, die runt Mark nu al jaren, ik denk van 2008. Ik heb daar zo gezegd nog altijd mijn vaste vergunning, maar we hebben toen ook ingevoerd daar. Ja. Je kunt die doorgeven, geef die aan andere mensen. Als ik kan dan niet gewissen zijn, ik moet wat is het, betalen voor een vergunning. Maar als ik er toch weet dat ik bijna niet ga of niet ga, laat dan een andere mens vissen. Dus ik geef die gaat ieder jaar gewoon door, maar ik geef ze maar een andere, we doen een ander plezier. Ja. Ik denk dat Maas Beemt, dat is trouwens een gebied wat volledig een eigendom is van Natuurpunt, waar gevist mag worden. Dat is al, op zich is dat al uniek. Of ja, uniek is het niet, maar bijzonder. En ik heb daar in 2009, was dat, kreeg ik daar een jaarvergunning. Dat is denk ik ook wel een van de eerste watertjes waar dat ze werkte. Dat is Theo zijn verdienste dan. Met 2 jaarvergunningen. We mogen daar met 30 mensen vissen, maar alle disciplines moeten vertegenwoordigd zijn. Dus van die 30 zijn er 12 karpervergunningen en 18 roofvis-witvis. En van die 12 karperkaarten zijn er 2 rota's. Dus die gaan ieder jaar naar de volgende op de wachtlijst. Ja. Zo ben ik daar eigenlijk aan de slag geraakt. Ik had eigenlijk van meet af aan wel een goed contact met Natuurpunt. En na dat eerste jaar heeft Theo me... want mijn kaart verviel. En een jaar later, in het najaar toen, vroeg Theo van... Ja, zie je niet zitten om dat over te pakken van mij? Want ja, dat contact met Natuurpunt, daar zit nog veel winst te behalen. En ik denk dat jij daar een goeie voor bent. Dus ja, dan heb ik dat syndicaatje daar overgenomen... Ik heb dan meteen gezegd, ik wil dan ook bestuurslid worden van die Natuurpunt-afdeling. En ook daar is de rest geschiedenis. Dat is een hele mooie samenwerking. We mogen daar als vissers heel veel doen. We krijgen daar heel veel vrijheid. We hebben ook beperkingen. Maar dat is ook niet slecht. Evenwicht ligt meestal in het midden. Ik vind dat mooi dat jullie dan mee samenwerken. In plaats dat dat zo'n vijandbeeld is, dat is het wel. Ja, maar alleen ga je het snelst en samen kom je het verst. Dat is een eeuwenoud gezegde. Ja. En ondertussen zijn we daar nu ook zo geëvolueerd dat daar van de 10 vaste karperleden, zo gezegd, dat wij ieder jaar in november eventjes de koppen samensteken. Ja, kijk jongens, wie heeft volgend jaar plannen en wie heeft geen plannen? En plannen, dat is dan niet een keer op een mooie zomeravond een paar uurtjes gaan vissen, maar dat is daar echt een periode lang tijd in steken. Als je geen plannen hebt, ja, gooi dan je kaart ook een jaar in de trommel. Dan gaat er weer iemand van de wachtlijst, krijgt dan weer eens een kans. En zo slagen we daar nu al jaren in om ieder jaar 4 à 5 mensen daar een jaar te kunnen laten vissen. In harmonie met de paar vaste leden wat daar dan aan de slag zijn, die wat ook wel verstandig genoeg zijn om dan te zeggen van ja, kijk, ik doe daar wel mijn ding nog, maar ik hou er ook rekening mee dat er mensen met een jaarvergunning zitten die wat uit dat jaar alles willen halen. Dus ja, zo kan je het genot aan zo'n water maximaliseren zonder dat je mensen die wat altijd daar zijn om te werken, want ook op Maasbeemt zijn er 2 grote eilanden die wat ieder jaar gesnoeid moeten worden. Dat is een overeenkomst met Natuurpunt. Dat zijn broedeilandjes. Als dat vol struikgewas en bomen staat, dan broedt daar niets meer. Ja, dan gaan daar wat ganzen schijten. Dat is onderhoud wat wij daar doen voor hen. Ja. En zo krijg je onderling een vertrouwen en zo krijg je onderling ook inzicht in wat de andere nastreeft. En zo zoek je naar gedeelde passies en gedeelde winstmarge. Hè. Bij ons in de... Wat gaan we vragen? Oké. Theo, het is aan jou. Ik wil er nog aan toevoegen. Bij ons in Gent hebben we de Bourgooien. Dat is een prachtige natuurreservaat. Maar dat water dat droogt bij elke warme zomer volledig uit. En ik loop dat iedere dag rond. Ik weet wat zet dat toch uit. Graaf dat toch uit. Waarom altijd de vogels? Ja. Ja, ja. Hoe? 33. 33, ja. Oeh. 33. Wat is het moeilijkste water waar je ooit viste? Theo. Hij zit een regenboogvester, hè? Ik ga 1 keer per jaar, doe ik al van 2005, mijn eerste keer doe ik dus een trip naar Rainbow, ja. Ja. Of dat het moeilijkste water is, het is extreem, dat ik het zo zeg, een heel andere visserij. Het is daarom dat ik ook nog wat gaat, het is mystiek, je moet je echt aanpassen, het is obstakelvisserij, maar op verantwoorde manier, er zijn er bij die daar niet zoveel rekening mee houden, maar over het algemeen,
dat maakt Rainbow exclusief de visserij. Dus er zit ook wel een heel partij grote vissen op, maar dat wordt elk jaar wel moeilijk om ze nog te vangen. Het aantal wordt wat minder van de grote vissen, dus daar hebben we wat niks bijgezet voorlopig. Dus dat, ja, is het daarom het moeilijkste water. Je komt er nu wel soms, er zijn veel mensen die er een week gaan zitten die gewoon blanken nu. Dat was vroeger een betaalwater, is dat eigenlijk, zal ik maar zeggen, slecht voor de conditie. Maar Rainbow, ja, daar blijf je gewoon naartoe gaan. Heb je al kregen gevangen van 35 kilo en zo van die giganten? Nee, 32,7 of zoiets. Dus, moet maar zeggen, ik heb nu de laatste jaren het geluk gehad van de laatste 3-4 jaar, denk ik, van iedere keer toch op die 36 kilo erbij. Dus dat maakt het wel mooi. Ja. Maar om daar echt voor naartoe te gaan, je hebt in de gedachte altijd van, ik maak het een reële kans om een grote vis te vangen. Maar daarom is dat niet altijd. Ja. Je zit toch met 20 mensen minimaal aan dat water. En dan worden dan zo'n 3-4 kilo vissen op een week gevangen. Soms is dat al 5-6, maar hangt een beetje van de periode af. Schitterend nieuws. Schitterend nieuws wat hier binnenkomt. Danny, komt er maar bij en dan drink je er een. Ik heb net in de podcast gezegd dat mijn dieptemeter kapot was vanaf moment 1. Maar nu test met een grote, dikke vriend hier dat op een andere batterij. Ja, grote vriend. En nu gaat die dus... Ex-vriend. Moeilijkste water, moet ik die vraag ook beantwoorden? Nee. Dat is wel een interessante. Het moeilijkste water, het zijn er twee. Ik heb ooit een handjevol sessies op de Schaapskuil gedaan. Zonder resultaat, ja, wat brasems. Maar in Kinrooi, waar ik woon, hebben wij een hele grote grindplas. Ik denk zelfs dat het de grootste grindplas van het land moet zijn. Staat in open verbinding met de Maas. Er zijn daar baaien en er zijn een jachthaven in. Dat ademt karper. Ik heb daar gevist. Heel actief in de jaren 2004, 2005. Ik heb daar mooie karpers gevangen. Met een vismaat van toen heeft daar toen ook een mooie 40er gevangen. Maar ontzettend moeilijk. Die grindplas, die dicteerde daar altijd de wet. En wij liepen altijd achter de feiten aan. Als we daar vissen vingen, waren dat meerdere vissen per nacht. Dan kwamen die gewoon in scholen aan. Je zag ze dan ook springen. En als de wind draaide, dan viel dat volledig stil. Dus dat zijn nog waters. Ik heb altijd gezegd sindsdien, ik wil dat, het ligt vlak langs mijn deur, ik wil daar nog eens terug aan de slag gaan, maar dan echt alles op alles zetten. Maar dat zijn van die natuurlijke waters in open verbinding met de moederrivier. Dan moet je, denk ik, leven met de seizoenen en de natuur en de weersomstandigheden en de atmosferische omstandigheden. Dus ik denk dat dat nog wel een harde noot is om te kraken. Ik zie dat nog altijd knaagt. Het knaagt niet. Het knaagt niet, maar... Ja, maar nu met dieptemeter dat gaat allemaal... Ja, zeker niet die werkt. Zeker niet die werkt. Zeker als je gaat... hoe drukker water bevist is, hoe moeilijker dat het meestal wordt, als de bezetting niet te groot is natuurlijk. Als je nog een voorbeeldje waar ik dan jaren gesleten heb, is het kanaal Brieden-Eeraren. Ook wel een harde noot om te kraken. Dan kwamen er in die tijd wel heel veel, en die gingen ook heel veel. Dus Brieden-Eeraren was toch wel een stukje hard water, zal ik maar zeggen. En is het nu nog ook omdat geen overbezetting is, hè, op zo'n stukje kanalen. Dus zul je ook wel een paar stukjes op het campus hebben die niet gemakkelijk kan zijn. Hè. Dus wat is het moeilijkste water? Dat hangt ook een beetje... Dat er vanaf, ja, ook hoe dat je vest. Hoe je vest. Planten bijvoorbeeld, vind ik een zeer moeilijk gegeven. Als het vol staat met Canadese kruid. Ik was vroeger zo bezeten dat ik s'avonds na mijn werk van Brugge naar het campus reed. Om daar in het donker te beginnen vissen, om 6 uur 's morgens terug te vertrekken. En gewoon terug op mijn werk te verschijnen. Hele mooie nacht, korte nacht. Dus als ik vroeg op Fort werkte, was dat Brieden-Eeraren, was er zo'n geval van. Dus dan kwam ik om 10:30 thuis. Dat was nog snel, de wagen stond al wel klaar, die was geladen in het kabinet. Dus dat was dan gewoon een Brieden-Eeraren. En dat was want het kanaal was eigenlijk wel gemakkelijk een voerbootje. Of je gewoon langs de kant gewoon op een half uurtje bent aan het vissen. Dus dan ook tot 7 uur, 8 uur 's morgens weer opruimen met die korte nachtjes. Nog één vraagje, Thomas? Nog eentje doen, ja, is goed. Doe maar, want de zwarte psychologische vragen hebben we nog niet gehad. Hè? Oei, daar zit er. 11, dat is een mooi getal. Het getal van de zot, het getal van de carnaval. Oké. Okay. Ja,
Waar zou je ooit willen vissen? Zowel een meer psychologisch... Goh, waar zou ik ooit willen vissen? Dan ga ik heel sentimenteel antwoorden. Het is niet de plaats die ertoe doet. Maar er moet ene vis zijn die wat mij ontzettend triggert. Die wat een bepaalde geschiedenis met zich meedraagt. Dus ja, de plaats is ondergeschikt aan het beest. Ja. Er zijn zo van die vissen. En gek genoeg, je hebt hier in België heb je de mooie kaan rondzwemmen. Dat is het Benelux record. Ik denk niet dat er nog heel snel iemand of een individu daarover gaat. Dat is een hele mooie vis. En je kan er nu vissen. Je kan er gewoon via VBK terecht. Maar er ontbreekt nog iets om te zeggen van ja, ik ga daar dan achteraan. De Eburon zou dat wel bij mij teweeg kunnen brengen. Ja. Nee, goh. Het is de vis die ertoe doet en ook een beetje de sfeer. Want wij zijn hier natuurlijk zodanig verwend dat je alles gaat afmeten met de heilakkersfeer, de camaraderie. Dus dat is ja. Als ik terugkijk naar een van de eerste lezingen die wat ik ooit bijwoonde, ik heb dat al, ik weet niet hoeveel keer geschreven, dat was in regio Limburg in de jaren 2000, 2001 denk ik. En ik ging daar kijken naar een lezing over 2 jaar Hofstade door John van Eck en Rie Michiels. En hoe die mannen dat daar vertelden, die gingen daar ieder weekend naartoe. En dat was altijd met dezelfde bende. Iedereen zat daar op zijn plaats. Die kwamen samen op de juiste momenten. Die vierden hun vissen samen. Die hadden contact samen. En toen ik ging naar huis na die lezing. En ik dacht meteen, ja, dat wil ik ook. En het toeval wil dat 10 jaar na datum dat wij hier op Heilakker hetzelfde hebben. Ja. Als iemand hier een vis vangt, ja, ik kan daar ontzettend vrolijk en blij van worden. Ja. Heb je favoriete vis hier? Ja. dat is al onbekend ondertussen. Ah, ja, er is er ene die mij in al die jaren ontsnapt is en waar ik een paar keer zo kort bij ben geweest dat ze onder mijn huid is gekropen. Dat is ons Mary. Ja. Vorig jaar is ze gevangen op de laatste zondag van mei door Danny. De pleister op de wonden is op een plaats waar ik eigenlijk zelf nooit zou uitpakken. Dat is hier vlak aan het clubhuis, de stek aan de weide. Ik heb niks met die stek. Ik wil daar, als alles vol zit, dan zou ik misschien nog eerder zeggen, ik ga nog een ander waterje kijken of daar plaats is, dan dat ik op die stek ga zitten. Dus daar had hij haar. Hij stuurde die zondagmorgen, want ik had de hele winter, had ik ieder weekend doorgevist. En net dat weekend kon ik niet. Of had ik iets anders en bleef ik thuis. En die zondag voormiddag, of die zondag heel vroeg, kwam dat berichtje binnen. Eerst van een fotootje vanaf de staart zo getrokken. Nou, toen wist ik meteen, wel godverdomme. En dan meteen daarna de bevestiging. En in plaats van jaloezie of van... Ja, je weet dat is een gevoel wat er is. Je kunt dat niet faken. Als je jaloers bent, zet je jaloers. Ja, maar ik was niet jaloers. En ik heb toen meteen... Ik heb mijn kleren aangedaan, ik lag in bed. Ik ben naar onder gegaan, ik ben aan de computer gekropen. En ik heb het laatste hoofdstukje... Of het laatste stukje van mijn oeveravonturen in het boek heb ik geschreven, Mary. En dat is mijn favorietje van heel mijn bijdrage aan het boek. En dat gaat eigenlijk over het feit wat die vis voor mij betekend heeft en wat ze zelfs nog steeds betekent als ik ze niet vang. Ja. Het is de best mogelijke, de mooiste vangst die nooit geschiedde. Ja. Want aan dat niet vangen van die vis hangt zoveel meer vast uiteindelijk dan dat ik ze hier in mijn tweede jaar, in 14, toen ik er heel kort bij was. Als ik ze toen had gevangen, dan hadden heel veel dingen niet gebeurd die wat nu wel gebeurd zijn. Nee, zoals losse schoten of zo. Nee, ik had toen... Het was een tijd dat het iets minder druk was, om een eufemisme te gebruiken. Dus wij hadden toen nog wel een beetje de luxe dat we een langere tijd op eenzelfde stek ons ding konden doen.
omdat er toch plaats genoeg was. En ik zat dat voorjaar in het kommetje. Voeren, vissen, voeren, vissen, 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 voeren, 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 vissen. Beetje dat stramien. Ik ving toen op een hele korte tijd heel wat mooie vissen. Ik viste die laatste sessie van... Ik moet er om liegen. Ik denk woensdag op donderdag of donderdag op vrijdag. En vrijdagmiddag kwam er een hele meute aan voor een fish-in. En op de stek, waar ik eigenlijk al 5-6 weken echt hard aan het voeren en aan het vissen was... De eerste vis op vrijdagnacht was zij. En een jaar later was ik aan de andere kant van het water heel hard aan het voeren en aan het vissen. En dat was toen in oktober, denk ik. Of september, ja. Ook weer een fish in. De vrijdagnacht, de eerste van die stek, ook weer Mary. En toen, want dat was dan, ja, ik was daar niet kapot van, maar toen is eigenlijk die klik gekomen van, wel, potjandori, dat is toch wel straf. En dan kruipt zo'n vis. Dan kruipt zo'n vis onder uw huid. Ja. Een jaar dat Mark Pansaar, u allen bekend, hier zijn jaarvergunning had. Heeft hij eigenlijk een heel jaar lang met heel veel vrijheid zijn dingen kunnen doen, omdat het toen ook heel rustig was hier aan het water. En ik kwam dan in het najaar terug op de proppen om mijn najaar hieruit te vissen. En Marco heel graag lijntje vangen, de topvis. En ik wou heel graag Mary vangen, mijn topvis. En we zaten eigenlijk... Mark zat een stek naast die van mij. En ja, op een bepaald moment kreeg ik een sms'je van hem. Ja, sorry. Ja, ik wist natuurlijk hoe laat het was. Hij had dan Mary gevangen. En een week later stuurde ik... Sorry. ik had dat lijntje. Ja, oké. Okay. We gaan een keer afronden, hè. Voilà, we zijn er ongeveer. We gaan nog een boek open, denk ik, zodat we graag getekend hebben. En we willen jullie alleszins bedanken voor jullie tijd. En ook voor het schrijven van het boek en alles voor wat je doet voor de VBK en de karpersport. Bedankt Theo, bedankt Mark. Hè. En goede vangst in 2022. Ja, veel succes met de heilakker, maar ik denk niet dat kan dat niet hier kan foto openen. Ik wil zeggen bedankt. Ja. Heel mooi. Even de honneurs waarnemen, want Frederik die is naar het toppunt van Carpiness vertrokken. Maasmechelen Village Shopping Center of zoiets. En ik ben doorgereden naar Balen, waar mijn vijvertje ligt. En ik ben aan het vissen, dus ik ben een beetje stil aan het praten, want het is hier midden in de natuur. Voilà, dat was... podcast episode 4 ondertussen al. Ik wil nog een keer herhalen dat jullie allemaal heel welkom zijn om feedback te geven, zijnde in de vorm van een duimpje omhoog of een comment of nog liever een review op iTunes, gelijk wat. Het is plezant om een keer te horen van jullie, dat mag ook zijn wat je graag veranderd zou zien, wat je saai vindt, wat je interessant vindt. Alle feedback is welkom. Voilà, ik ga nu verder vissen. Uiteindelijk toch het belangrijkste, of toch bijna het belangrijkste in het leven. Dus moest ik iets vangen, dan ga ik misschien nog iets opnemen. Maar het doet een beetje raar alleen in een bos zitten en tegen mijn eigen praten. Of toch tegen het opnameapparaatje zonder Frederik, zonder gasten. Maar kijk, verder wil ik nog zeggen dat alle rubrieken, alle dingen die we aangekondigd hebben, dat we die zeker willen doen. Het is natuurlijk januari, dus het is niet echt het moment om met een beginnende visser op stap te gaan en hem het karpervissen of toch wat dat we ervan kennen aan te leren. Dus dat komt dan in latere episodes. Alvast bedankt om te luisteren en tot hoors. Voilà, tight lines en goede vangst. Thank you.